Welkom allemaal. Ik begrijp dat jullie op dit moment in grote getalen aan het binnenstromen zijn. En dat doet ons natuurlijk heel erg goed. Mijn naam is Ferdy Timmermans. Ik ben werkzaam bij STOA. En ik heet jullie van harte welkom op deze derde webinar die vanuit het programma PIW wordt georganiseerd. PIW dat staat voor het professionaliseren van het instand houden van waterkeringen. Dat is een programma wat gerund wordt door de STOA, maar feitelijk natuurlijk mogelijk gemaakt door de waterschappen, in combinatie met Rijkswaterstaat. Als we het hebben over instand houden van een object, dan moet je er natuurlijk om te beginnen heel goed naar kijken. Je moet het eigenlijk inspecteren. En dat inspecteren is nodig om de conditie te bepalen. Dat is de eerste fase die je moet doorlopen om uiteindelijk besluiten te kunnen nemen rondom de instandhoudingsopgave. Waterschappen doen dat inspecteren veelal via de digigids of met gebruik van de digigids. Maar er zijn inmiddels ook ideeën om daarbij gebruik te gaan maken van de NEN 2767. En dat onderwerp staat vanmiddag vol in het programma. Hier ziet u de programma-sheet, die ga ik zo even met jullie doornemen. Maar ik wil eerst even een paar huishoudelijke mededelingen doen. Om te beginnen is het goed dat ik nog een keer zeg dat we deze sessies opnemen, zodat mensen hem later kunnen terugkijken. Wanneer mensen daar problemen mee hebben of dat niet comfortabel vinden, meld dat dan eventjes in de chat. Dan houden we daar rekening mee en dan zorgen we dat je niet in beeld bent. Tweede verzoek is om unmuted te blijven en je vragen of je opmerkingen zoveel mogelijk via de chat naar ons te laten toekomen. Dan merk ik op, er komen een paar presentaties langs vanmiddag en die zullen uiteraard via de sites gedeeld worden. Dus daar kun je later nog naar kijken. Wat ik ook trouwens nog wil zeggen is dat we vandaag vanaf een bijzondere locatie uitzenden. We zenden namelijk uit vanuit het kantoor van de NEN in Delft. Want het onderwerp van vanmiddag is juist een co-productie van PIW en de NEN. Nou, laten we nu dan even naar het programma kijken. We hebben een vol programma vanmiddag. En ik vraag even aan de techniek hoeveel mensen er op dit moment aangesloten zijn. Jeroen? Hoeveel mensen zijn er in de studio? Of 85 mensen aangesloten. Ik zou jullie willen vragen, blijf ook tot het einde. Want aan het einde van het programma zullen we ook vertellen hoe je de handreiking die we hebben opgesteld over de NEN 2767, waarbij we ook een vergelijking maken met de digigids, hoe je die in bezit kunt krijgen. Het programma, wat we gaan doorlopen. We gaan zo meteen allereerst luisteren naar de ervaringen die een andere beheerder, namelijk de gemeente Amsterdam, heeft gedaan als het gaat over de kademuren met het toepassen van de NEN 2767. Dus een net iets andere aanpalende sector die al veel ervaring heeft met deze norm. Daarna gaan we, dat zijn jullie inmiddels ook gewend van onze webinars, gaan we live schakelen naar de dijk, waar we gaan kijken van hoe bepaal je nou die degradatie. We noemen dat praktijk op de dijk. Dan gaan we luisteren naar de ervaringen van Hollands Noorderkwartier, want daar hebben ze in het kader van de keringen al ervaringen opgedaan met het gebruik van de 2767. En we kunnen van hun leren wat daar nou eigenlijk allemaal bij komt kijken. Het volgende onderdeel is eigenlijk een groepsgesprek, zou je kunnen zeggen. Dan gaan we op een andere locatie hier in deze ruimte zitten. En dan gaan we met elkaar nog verder doorakkeren wat er nou allemaal bij komt kijken. En overigens is het dan ook heel goed mogelijk om via de chat vragen te stellen. Die zullen we dan zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Dan het laatste onderdeel van onze webinar is het presenteren van de handreiking en dan zullen we ook melden hoe je de handreiking zelf ook in je bezit kunt krijgen.
En dan lijkt het alsof we gaan afsluiten, maar feitelijk is het dan een pauze. Want dan hebben we even een paar minuten pauze en daarna is er nog een onderdeel waarin er nog verder wordt uitgelegd, nog dieper op de materie wordt ingegaan. En dat is echt voor de diehards, zou je kunnen zeggen, voor degene die echt het naadje van de kous willen weten. En dat onderdeel duurt ongeveer een half uur. Mooi, dat is het programma wat we gaan doorlopen. Dan gaan we nu dus beginnen met het verhaal over Amsterdam. Douwe, ik wil jullie eerst voorstellen aan Douwe Schoonewald. Ja, we moeten hier natuurlijk rekening houden met de anderhalve meter regels. Dus het is hier een heel systeem van plaatsmaken voor elkaar. Douwe, fijn dat je er bent. Jij bent senior adviseur asset management. Je werkt bij het bureau Cleverland. Maar je zit hier als lid van de normconditie. Van de normcommissie conditiemeting. Helemaal juist. Zeg ik het zo goed? Ja, je zegt het helemaal goed. Ja. Nou, fijn. We gaan zo meteen luisteren naar het verhaal van Sander Poters. Die ga jij nog even met hem het gesprek gaan. Want dan moet ik plek maken vanwege die anderhalve meter. Precies. Ja. Ik zou er graag hier bij willen blijven, maar dat gaat niet. Maar voordat we Sander vragen om hier ook te komen, wellicht dat jij nog even iets zegt over de 2767. Ja, ik denk dat het wel goed is om iedereen die nu aanhaakt bij de webinar heel even kort mee te nemen waar die norm vandaan is gekomen en in hoofdlijnen de opzet van de norm. De norm is in 2006 in Nederland terechtgekomen en vooral bij het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt om de gebouwsector daar de conditie van te bepalen. In 2009 had Rijkswaterstaat daar eens heel goed naar gekeken wat hun zusterorganisatie daarmee deed. Nou, dat is een goede norm. Die gaan we eens kijken of we die geschikt kunnen maken voor de infrastructuur. Dat is een traject geweest van 2009 tot 2011. Dat is ook het moment waarop ik ben aangehaakt bij de normcommissie. En toen ontstond er een norm, een deel voor de gebouwen en een deel voor de infrasector. En in 2016 hebben we gezegd, nou, eigenlijk is dat wel gek als we twee branches zo nauw met deze norm samenwerken, of met deze norm werken, zou het dan niet handig zijn om één geïntegreerde norm te maken? Dat is gelukt. Dus in 2017 is de geïntegreerde norm gereed gekomen. En ja, eigenlijk is op hoofdlijnen die norm bestaat uit twee delen. Het decomponerende deel, dus hoe bouw je nou je areaal op? Waar bestaat nou een beheerobject uit? Uit welke elementen en uit welke bouwdelen? En het tweede deel is het normatief vaststellen van hoe bepaal je dan objectief op basis van zintuigelijke waarnemingen de conditie van, in dit geval de bouwdelen. Dus op laagste decompositieniveau bepaal je dan de conditie. Ja. Nou, er zit ook een hele aggregatiemethodiek in om hoe kom je nou van bouwdeel naar, wat zegt het dan over in dit geval een hele dijk of een hele duin of een dam. Maar daar mogen jullie de norm maar eens een keer op nalezen. En misschien dat we daar aan het eind in de bonus nog heel even op terugkomen. En waarschijnlijk ook wel in het gesprek met Sander. Maar dat is ongeveer de inleiding van de NEN-767. Oké, maar we zijn nu natuurlijk allemaal razend benieuwd naar het verhaal uit Amsterdam. Dus Sander, kom jij alsjeblieft hier naartoe en ga zitten op mijn plekje daar. Ja, welkom Sander. Fijn dat je er bent en fijn dat je je ervaringen wilt delen wat jullie hebben gedaan in Amsterdam. Je hebt een mooie presentatie voorbereid. Ik krijg van de techniek door dat je je microfoon even aan moet zetten om ook verstaanbaar te zijn voor de rest van de mensen. We checken heel even of dat lukt. Ben je nu verstaanbaar? Ik hoop het. Ja, oké, we krijgen een signaal van techniek. Nou, je hebt ook een introductie voor jezelf meegenomen in je sheets, dus steek van wel, zou ik zeggen. Dat is goed. En we hebben afgesproken met elkaar dat ik jou mag interrumperen op het moment dat ik vragen heb. Ja, tussendoor mag je vragen stellen. Nou, mooi. Ja. Succes. Ik heb een presentatie voor jullie gemaakt over hoe wij de NEN-2767 toepassen binnen Amsterdam. Ik zal eerst mezelf voorstellen, Sander Poters, senior adviseur asset management. Ik hou me bezig met monitoring en inspectie en ben gegevenseigenaar voor civiele constructies. Ik ben 2 jaar werkzaam bij de gemeente Amsterdam en zit in de commissies van de Keur 117 inspecties en de NEN-2767. Het areaal van Amsterdam, iedereen kent natuurlijk Amsterdam. We hebben 1800 bruggen en 600 kilometer oeverconstructies die wij elke 3 jaar volledig inspecteren. En het inspecteren, daar hebben wij 3 verschillende soorten voor. We hebben de schouw, toestand, inspectie en instandhoudingsinspectie.
We doen dat allemaal met NEN 2767 decompositie als basis. We hebben één decompositie, daar hangen wij alle inspecties aan vast. En waarom doen we dat? Nou, dat is eenduidig. Eenduidige vastlegging. Elk ingenieursbureau, elk inspectiebureau weet hoe de opbouw van de NEN zit. Je areaal die wordt inzichtelijk qua conditie en je krijgt een hele mooie opbouw qua gegevensbeheer die op uniforme wijze gevuld wordt. Wat hebben we wel gedaan aan verbetering? Wij merkten namelijk dat je kan de NEN op heel verschillende manieren interpreteren en daarom hebben wij gezorgd dat we een soort van basisdecompositie per asset type hebben. Dus een brug die is uit bepaalde elementen en bepaalde bouwdelen opgebouwd. En die zie je eigenlijk bij elke brug terug. En dan elk ingenieursbureau en inspectiebureau weet van dit is een vaste brug, ik moet deze decompositie hanteren. Ja. En in de norm is dat ook aangegeven, hè? Dat de beheerder verantwoordelijk is voor de decompositie. Ja. En jullie hebben daar een keuze in gemaakt. Wij vinden dat dit de decompositie is van onze spullen in Amsterdam. Ja, precies. Dat heb je uniform vastgelegd. Ja, hebben we uniform vastgelegd, zodat eigenlijk... ook als je een nieuwe asset krijgt die je dan opgeleverd krijgt conform de NEN 2767, dat die in één keer de juiste decompositie heeft. Mooi. Ja. Volgende sheet. Daarnaast hebben wij nog wel aan de NEN de risicomatrix gekoppeld. Dat hebben wij gedaan op basis van onze bedrijfswaarden vanuit de gemeente. Heel schoon, veiligheid, duurzaamheid, beschikbaarheid, ook financiën. Daar hebben we een hele mooie risicotabel voor gemaakt. En eigenlijk wat we doen is elk gebrek, die registreren we conform de NEN. Maar daarnaast doen we ook nog een risicobeoordeling op het gebrek. Dus je hebt een gebrek en wat is nou het risico van dat gebrek op je areaal als het ware. In de NEN hebben we daar een bijlage, een niet normatief vastgestelde bijlage B. Ja. Maar jullie hebben daar je eigen, wel naar gekeken, maar een eigen interpretatie gegeven van die bijlage, wat ook... logisch is als het een informatief deel is. Ja, precies. Oké, en dat is dit het resultaat. Ja, en dat, ik denk als organisatie moet je dat ook gewoon apart opstellen. Omdat natuurlijk elke organisatie heeft een aparte bedrijfswaarde. En voor gemeente Amsterdam is imago heel belangrijk. Maar ik kan me voorstellen, voor een waterschap is het imago misschien wel minder belangrijk, omdat er minder toeristen komen bij de dijk. Kunnen we straks denk ik in het gesprek nog eens even over hebben. Maar ga verder. Oh, ja. Op basis van die risicomatrix krijg je eigenlijk ook een hele mooie scoreberekening. En daaruit komt dan vanzelf wanneer je het gebrek moet herstellen. Op basis van de risicomatrix. Naast de risicomatrix hebben wij nog maatregelen gekoppeld aan de NEN. En we hebben niet de maatregelen aan gebreken gekoppeld, maar de maatregelen aan bouwdelen gekoppeld. Bijvoorbeeld een kadermuur, weet je moet altijd klein onderhoud met zijn werk, groot onderhoud met zijn werk doen. En zo krijg je een uniform maatregelpakket die elk inspectiebureau dus gebruikt. Dus elk inspectiebureau gebruikt dezelfde maatregelen, dezelfde eenheidsprijzen, dezelfde frequentie. En daar komt er geen verschil in en op basis daarvan kunnen we ook onze budgetten vaststellen. Staat daar dan al mee vast, als ik dit gebrek zie, dan moet ik deze maatregel doen? Nee. Doen jullie dat daar? Nee, dat staat er echt helemaal los van. Je hebt een object die heeft een x aantal maatregelen. Die komt één keer in zoveel tijd voor. En op basis van het gebrek kun je dus wel bepalen het planjaar van die maatregel. Nee, dus je gebruikt de gevonden conditie mede om te bepalen wanneer je dan een maatregel moet uitvoeren. Ja. Welke maatregel je precies gaat uitvoeren, dat is natuurlijk afhankelijk van welke gebreken. Ja, in welke omvang en intensiteit dat dan zich manifesteert. Ja. En dan op basis daarvan maak je dus specifiek voor dat beheerobject een maatregelplan. Ja, en precies. De conditiemeting helpt jullie om de maatregel te prioriteren in tijd gezien. Ja. Ja, de conditiemeting is echt, dat geeft input om je kwalitatieve meerjaren onderhoudsbegroting op te stellen. Ja, oké. En hoe hebben jullie dat gedaan? Dan kom je waarschijnlijk vast. Ja, precies. Kom ik nu op. wat wij dus gedaan hebben, is dat we dus eigenlijk voor elk bouwdeel hebben gekeken van welke bouwdelen hebben standaard maatregelen. Dat weet je eigenlijk vanuit je ervaringen. En vanuit het materiaalgebruik. En de standaardmaatregelen bedoel je verzorgend onderhoud, dingen die je lager smeren, als je dat dan hebt mogelijk. Ja, dekdelen vervangen, het schilderen van je leuning. Ja, dus die hebben we op die manier gekoppeld. Dus wanneer je decompositie af hebt, dat is dan het volgende plaatje. Hier hebben we een heel mooi voorbeeldje. Dit is de decompositie van een vaste brug, waarbij je heel mooi de standaardmaatregelen ziet. Het betekent nog wel, je kan natuurlijk ook nog altijd
correctieve maatregelen hebben, die bovenop je instantie. En komen die correctieve maatregelen zijn die ook het gevolg van gebreken die je constateert met een NEN? Ja, ja, want je kan namelijk gebreken vanuit de NEN hebben die je niet kan oplossen door middel van je standaard maatregelen. Nee. En dan doe je een eenmalig correctieve maatregel om het gebrek op te lossen. En gebruik je dan de conditiescore ook voor de prioritering? Dus het uitzetten in tijd, dus een score 4 heeft een hogere urgentie dan een score 3. Ja. Gebreken die daaraan gekoppeld zijn. Ja, en dan wel gecombineerd met dus de risicomatrix. Omdat je kan ook bijvoorbeeld een score 2 hebben, maar vanuit je risico's wil je hem toch eerder opgepakt hebben. Omdat het bouwdeel een hoog risico in zich heeft. Ja. Als dat faalt, dat je dan... Ja, dus eigenlijk wel, binnen Amsterdam gebruiken we eigenlijk wat combi. He, je hebt dus de conditiescore en de risico. En die twee samen zorgen eigenlijk wanneer je plan voor je maatregelen vaststelt. Ja, die risicomatrix die hebben we net gezien. En die zijn gebaseerd op jullie bedrijfswaarde. Ja, ja. Mooi. Ja. En dan gaan we naar de volgende sheet. Uiteindelijk gebruiken wij natuurlijk onze... conditiemeting voor onze KPI's. daarmee geven we inzicht in het hele areaal. Wat is nou de conditie van het areaal? Per stadsdeel kunnen we dat inzichtelijk maken, maar ook per type asset. Met daarbij ook de aanwezige risico's. Hoeveel risico's heb je bijvoorbeeld die je heel snel moet herstellen? Dus op die manier is de conditiemeting een heel goed middel voor. Dus gemeentebreed? Pas je de conditiemeting toe? Ja. Voor alle assetsoorten die er zijn in de gemeente? In ieder geval de civiel technische dingen? Nu vooral voor de civiel technische. Ja, dus echt voor de sluizen, de bruggen, de kaden, muren, dammanden. Ja, maar we hebben net in je sheet heb jij opgenomen hoeveel het er hebt. Dat zijn een significant aantal. Zijn er heel veel. Ja. 1600 bruggen. Een conditiemeting uitvoeren, dat is best een aantal. Ja, en dat elke 3 jaar. En dat elke 3 jaar, ja. Ja. Okay. Ja, klopt. Dat geeft wel inzicht die kunt communiceren naar je bestuur en bewoners dan. Zeker, want ook we zijn nu heel erg bezig met een verbetering van het areaal. Dus op een gegeven moment kan je dus ook toetsen van, hè, wordt mijn areaal nou beter? En door middel van de extra budgetten die we krijgen voor het onderhoud. Ja. En daar is natuurlijk ook een heel goed middel voor. Ja. Wordt het areaal beter? Dus de conditiescore gaat die weer richting een 1 of een 2 en nemen de risico's af. Ja, oh, dat is een mooie uitwerking. Hè? Want heel vaak wordt de conditiemeting gebruikt om vast te stellen, is het al slechter geworden? Ja. En jullie passen me ook toe om vast te stellen, de maatregel die ik heb toegepast, is die dan effectief? En leidt dat dan ook tot een betere conditiescore als ik 3 jaar later een keer als conditiemeting doe? Oh, dat is mooi. Ja. En kijk, als je natuurlijk, als je 12 jaar verder bent, dan heb je natuurlijk helemaal een mooi tijdspad. Ja. Want dan kan je heel mooi zien hoe je areaal verbetert. Ja. Met de vandaar ook de keuze waarschijnlijk voor een standaard decompositie, dat je weet of dat ieder bouwdeel, zeg maar, ook 3 keer... een conditiemeting krijgt in 12 jaar. Klopt, ja. Mooi. Ja. Mooi. Ja. Dan gaan we verder. Ik neem u nu mee in hoe wij echt werken binnen Amsterdam. Wij hebben daar het Amsterdam Inspectieportaal voor. Dit is ons hele areaal. Alle stadsdelen en alle objecten. Dus de bruggen, de sluizen, de kaden, muren, maar ook de beschoeiingen. Hier zie je een heel mooie afbeelding van de uitgevoerde inspecties. Heel mooi met de kleuren van de conditiescoren. Dus donkergroen is uitstekend. En hoe meer die richting rood komt, hoe slecht het object is. Dus dit zijn natuurlijk fantastische plaatjes om te kijken. Dit zijn hele mooie plaatjes. Naar je bestuur toe. Ja. Je kunt in 1 oogopslag zien waar is het goed en waar is het wat minder goed. En waar zitten de echte probleempunten. Ja, klopt. Dat is heel mooi voor de voorjaarsnota en de najaarsnota. Ja. Heb je een mooi tabelletje en je krijgt een mooie afbeelding erbij. En het kost ook niet meer inspanning om het elke keer weer, bij ieder jaar, bij de voorjaarsnota en de najaarsnota, daarop voor te bevinden. Nee, je hoeft alleen maar te actualiseren. Ja, mooi. Ja. En wat zijn die, want ik zag blauwe kleurtjes, die herken ik niet in de norm. De blauwe kleurtjes die zijn we nu aan het inspecteren. Dus die hebben nog geen. Ja, die objecten zijn geactiveerd. Er is hier nu een inspectie bezig. Alleen de gebreken zijn nog niet toegevoegd. Dus het heeft nog geen conditiescore. En wanneer de inspectie dan is afgerond, dan zullen die blauwe lijnen zullen dan ook mooi een gekleurd lijntje krijgen. Ja, van de gevonden conditiescore. Ja, mooi. Ja. Hier hebben we een overzicht van een object. Wat we dus eigenlijk altijd mooi hebben, we hebben een overzicht van de elementen. Een samenvatting en advies van het object vanuit de inspectie, dus echt vanuit de markt. Hè, wat is hun gevoel erbij? En links zie je de objectscore. Hier hebben wij de decompositie uitgeklapt. Zie je ook weer heel mooi met de kleuren, zie je dan wat de conditie van het bouwdeel is. De fundering die is blauw onbekend, want die staat onder water. Dus die kunnen we niet inspecteren met een conditiemeting. Tenzij we het met duikers doen.
Maar dat is alleen wanneer de aanleiding voor is. Oké. Okay. Ja. Hoe gaan de inspectiebureaus daarmee om? Vertelden jullie dat aan de voorkant van luisteren? We snappen dat die fundering niet zintuigelijk waarneembaar is. Dus dan hoef je daar ook geen conditiemeting voor? Klopt. Vanuit de raamcontracten is eigenlijk alles visueel boven water. Maar we willen wel de bouwdelen en de elementen die je niet ziet, dat die wel meegenomen worden. In de decompositie? In de decompositie. Ja, dus omdat... ze krijgen geen conditiescore omdat ze niet zintuigelijk waarnemen. Precies. Okay. En dat heeft vooral te maken als wij een instandhoudingsinspectie doen. Dan gaan we kijken naar FMEKA's en dan wordt de fundering wel meegenomen. FMEKA's is niet een term die heel snel herkend wordt waarschijnlijk binnen Het is vooral een inspectie op basis van risico's. Waarbij je gaat kijken naar de betekeningen, een bureaustudie, welke mogelijke risico's zijn er. En daar ga je vooral op toetsen. Dus je gaat dan meer preventief het onderhoud vaststellen op basis van risico's. Yeah. Okay. Maar omdat we dus gebruik maken van dezelfde decompositie, is het wel belangrijk dat je een volledige decompositie hebt. Helder. Ja, vandaar dat ze wel blauw zijn om ze op te nemen. Of ze zijn wel in de decompositie, maar zijn blauw dat je weet ze kunnen niet opgenomen worden, maar in de risicobenadering worden ze wel meegenomen. Ja, precies. Mooi. Hier zijn we ingezoomd op een object. Zie je heel mooi de foto's, je ziet de gebreken, de risicowaarde is ingevuld waarbij ook mooi de uitkomst zichtbaar is. En ook het maatregelpakket van het object is zichtbaar. Waarbij je ook heel mooi de planjaren ziet die ingevuld zijn op basis dus weer van de gebreken en de risico's. En hierbij dan een totaal overzicht van je maatregelpakket. En hierbij hebben we een MEOP uitgedraaid van een kleine selectie dan. Waarbij je dus op basis van de conditiescores ook mooi die je op lange termijn kan zien. Ja, oké. Okay. En MEOP staat voor meerjaren onderhoudsplan. Ja, ja. Klopt. Okay. Ja, en die kan je in principe voor 5 jaar maken, of voor 10 jaar, of voor 100 jaar. Op basis van een maatregelpakket die we dus weer eraan gekoppeld hebben. Gaat het oneindig door. Ja, ja. Je bent bijna denk ik aan je eind van je... Ik ben nu bij de vragen. Oh, ik heb nog een filmpje van hoe wij AIP gebruiken. En als de sheet gedeeld wordt, kan iedereen het filmpje nu bekijken. Mooi. Ja. Dankjewel. Een mooi voorbeeld van hoe de NEN helpt om, met name de kadermuren in dit geval, maar ook bruggen, sluizen en stuwen in stand te houden voor Amsterdam. Ja. Dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. Zo, dan mag ik weer even mijn neus laten zien als ceremoniemeester, maar voor maar een heel kort moment. Namelijk om Oscar van Dam voor te stellen. Voor de meesten denk ik een bekende, want Oscar hebben we al vaker gezien. Als het gaat bijvoorbeeld ook over risicogestuurd beheer en onderhoud. Maar Oscar, we zitten hier ook in jullie beheergebied, geloof Zeker, ik. Zeker, Delft, ja. Zeker, dus... dicht in het zwaartepunt zelfs van het beheergebied van Delfland. En jij gaat ons meenemen, schakelen naar collega's op de dijk. Vergeet niet je oortje in te doen, want ik weet dat dat nodig is om je collega's daar te kunnen verstaan. En dan ga ik weer plaatsmaken, mensen, maar jullie zijn nog niet helemaal van me af. Ik kom straks weer terug. Ja, je hebt net het verhaal van Sander aangehoord. En dat is prachtig mooi om te zien hoe de NEN wordt toegepast bij de kademuur in Amsterdam. Maar het blijft natuurlijk een presentatie. En daarom gaan we nu live schakelen naar onze razende reporters op de dijk. Die zullen gaan uitleggen hoe de decompositie van de NEN 7067 werkt op een dijk. En hoe je uiteindelijk ook een conditiescore doet van een aantal gebreken als ze aanwezig zijn. Dus ik ga eens even kijken of ze er zijn. Jongens, zijn jullie er? Ja, ik zie ze. Zeg, waar zijn we eigenlijk en met wie hebben we te maken? Goedemiddag, welkom in de polder Berkel. Mijn naam is Auke Visser. Ik ben verantwoordelijk voor inspectieproces bij het Hoogheemraadschap van Delfland. En naast mij staat Karel Bart, technisch specialist waterkeringen. En samen gaan wij jullie proberen uit te duiden wat de decompositie binnen de NEN 2767 inhoudt. Waar bevinden we ons hier? Wij bevinden ons, zoals gezegd, in de polder Berkel van het Hoogheemraadschap van Delfland.
Als we naar voor u links, voor mij rechts kijken, dan zien we daar het bovengemaal van de polder Berkel. En aan uw rechterkant ziet u de schutsluis liggen. Het is een uitermate mooi gebied hier en het is bovendien een mooi gebied omdat hier verschillende soorten elementen, beheerobjecten en bouwdelen goed gevisualiseerd kunnen worden die allemaal voorkomen in de NEN 2767. Om het een en ander uit te duiden, hebben we hier een stukje afgezet waarin de beheerobjecten, in dit geval het beheerobject dijk, naar voren komt. In de verte ziet u natuurlijk een ander beheerobject nog, het gemaal. En dat beheerobject dat kan dan uit elkaar gehaald worden in verschillende elementen. En zoals daar te zien, tussen de geel-zwarte linten is het element kruin waar te nemen. Aan de linkerkant het buitentaluut, ook een element. En aan de rechterkant het binnentaluut. Dat wordt begrensd door een haagje. Binnen die elementen zijn ook nog bouwdelen te identificeren. En dat hebben we even gedaan ook voor het element kruin. Op het element kruin zijn een drietal bouwdelen te identificeren. Het grondlichaam en de bekleding. En die bekleding die bestaat ook nog eens een keer uit een aantal verschillende soorten materialen. Je hebt daar een kruidachtige vegetatie, een verharding en aan de andere kant ook nog eens een keer een kruidachtige vegetatie. Binnen die bouwdelen zijn er nog veel meer verschillende smaken. Aan de rechterkant is ook nog het bouwdeel opstal te zien. In de volksmond ook wel een huis genoemd. En we zien hier ook nog eens een keer ook een bouwdeel, een boom. Dus het aantal verschillende soorten bouwdelen in de NEN 2767 is behoorlijk groot. Die bouwdelen die kunnen ook nog eens een keer allerlei gebreken vertonen. En het toeval wil dat we dat ook hier kunnen waarnemen. Nou, dan komen we een gebrek tegen waar Oscar toevallig vanochtend bijna letterlijk over struikelde. We zien hier een gat. Volgens de NEN 2767 zouden we dat definiëren als de plek waar we staan. Dat is in dit geval het element kruin. Het bouwdeel bekleding. En in dit geval is dat dan van materiaal kruidachtige vegetatie. Wat is het gebrek hier? We hebben hier te maken met een gat in de bekleding. En dit is een enkel gat en kunnen we aangeven als een incidenteel gebrek. Dan... Binnen de beheerobjecten vallen nog een aantal andere zaken op. We gaan even een stukje verder lopen over de kering. En we kunnen dan ook nog even een nadere blik werpen op de schutsluis. De schutsluis is overigens enige tijd geleden al geïnspecteerd conform de NEN 2767. En de conditiescore, daaruit is gebleken dat de schutsluis toch wel enigszins toe is aan onderhoud. Zodat die binnenkort ook hersteld zal gaan worden. Gerenoveerd. Wat ook gelijk opvalt is een... In het buitentaluut, of herstel het binnentaluut, een bouwdeel, mast, en met een gebrek aan rechtlijnigheid, hij staat nogal scheef. Dus het gebrek is scheefstand. Wat ook goed opvalt is dat de muren van de schutsluis niet meer geheel recht staan. Zeker als je er precies parallel aan kijkt.
Dan zijn we hier bij een volgend gebrek aangekomen. Dat is hier een tegelpaadje. We staan hier op het element kruin. Het gaat hier om elementenvaarding van materiaal betonklinkers. En er is hier sprake van een verzakking over het geheel. En dit zouden we definiëren als een een verzakking over een stuk van meer dan 70% van het geheel. En zou dit een ernstig gebrek zijn? Nou, het valt onder gehele verzakking. En het is een gevorderd. Even kijken, de intensiteit is in dit geval gevorderd. En daarmee zouden we op een eindscore van 5 à 6 uitkomen. Het is nog niet in zijn geheel weg. En nog niet in zijn geheel aan zijn eind dus. En zo zouden we dit registreren. Ook in Delfland werken we aan bloemrijke dijk. Soms niet geheel zoals bedoeld. Zoals te zien is het vooral fluitenkruid, raapzaad. Maar ook heel veel paardenbloemen. Er staat smeerwortel. Maar wel in ieder geval bloemen voor de bloemen voor de bijtjes. Binnen de schutsluis kunnen ook nog allerlei elementen worden geïdentificeerd. We hebben daar bijvoorbeeld een element kerende constructie. En het bouwdeel daarvan is een beschoeiing en het materiaal hout. En als we hier verder lopen over de kering, dan zien we dat hier op de kruin nog een aantal kale plekken zitten. Vermoedelijk van, wat zal het zijn? Hoe heet het ding? Mollen. Precies, mollen. Dit zouden we klassificeren als in het element kruin. Het bouwdeel is hier de bekleding. Materieel van de bekleding is kruidachtige vegetatie. En we hebben hier last van kale plekken. Als we dit zouden klassificeren qua omvang, dan zitten we hier van een omvang van 20% zoiets. Ja, 20-30%. Ja. Dat wordt geclassificeerd als regelmatig. Het gebrek wordt aangemerkt als serieus. En in dit geval, als je de tabel volgt, dan komen we omvang regelmatig, gebrek serieus. En als ik zo kijk, dan zitten we hier in een beginstadium. We verwachten ook wel dat het gras hier vanzelf weer terug zal groeien. De verschillende gebreken hebben ook overigens een indicatie al gelijk de ernst daarvan. Dus een bepaald gebrek heeft al gelijk een indicatie van de ernst. Ernst van de situatie, ja. Dat was het voor zover. En dan zal ik even horen of dat er nog vragen zijn. Er komt een vraagje over het bouwbedeel, het bankje binnen, wat er achter jullie staat. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Ja, dit is een mooie. Het bankje aan zich zou je kunnen klassificeren als bankje. Ja. De staat is in dit geval slecht. Even kijken. De poten zijn doorgerot. Verf is afgebladderd. Het ziet er niet meer netjes uit, moet ik eerlijk zeggen. Het heeft geen echt bekerende functie natuurlijk. Dus of nou de ernst dusdanig is dat er gelijk iets aan gedaan moet worden. Ik kan me voorstellen dat het voor recreatieve doeleinden dat het wel van belang is dat het even hersteld wordt.
Ja, ik krijg nog een interessante vraag binnen als laatste. Kan je de NEN 2767 ook gebruiken met een drone? Wat denken jullie? Kun je het gebruiken met een drone? Nou, dat zal denk ik wel complex kunnen worden. Hangt ook af van wat voor drone je zou gebruiken. Ja, dat is een interessante vraag. Daar heb ik zelf nog niet over nagedacht, moet ik eerlijk zeggen. Eerste ingeving is dat het voor wellicht de duinen, dat het daar goed voor te gebruiken is. Voor regionale keringen en polderkaders, overige keringen, denk ik dat het lastiger wordt. Ja, ik denk dat het met regionale keren vooral lastig wordt om dingen als beschuwingen en zo in beeld te krijgen. Wellicht dat je daar beter een afstandsbestuurbare boot voor kan gebruiken. Ah, ja. Ik heb nog een laatste vraag voor jullie. Afgelopen normale inspectie hebben we natuurlijk nog DigiGids gebruikt. Hoe kijk je tegenaan met voortgang voor de NEN 7660? Ja, dat wordt een moeilijk verhaal, wil ik niet zeggen, maar... er zal nog wel even wat water door de Berkelse zwet moeten voordat we de NEN 2767 volledig hebben geïntegreerd in de inspecties. Het is nogal complexe materie. De logische indeling is wel beter dan in de DigiGids, vind ik zelf. Maar het hele digispectieprogramma zal moeten worden omgeschreven. Je zult andere features en attributen moeten gaan benoemen. Dus dat zal nog wel even wat voeten in aarde hebben. Oké, dank jullie wel, mannen. Dan gaan we nu weer terug naar de studio. Prima. Graag gedaan. Zijn er nog andere vragen? Er zijn een paar vragen gesteld die je wel in de discussie kunnen meenemen. Dat is heel goed, Oscar. Wat mooi om jouw collega's zo aan het werk te zien. Zeker. Het waren natuurlijk ook wel prachtige plaatjes wat betreft blauwe luchten, oranje hesjes, strak groen gras. Het is geen straf om inspecteur bij Delfland te zijn, volgens mij. Zeker niet. Ja, en die Schutsluis Berkelse Wet is ook een monument. Dus daar zijn we natuurlijk ook wel als Delfland trots op, zeg maar. Dat we zo'n object in ons beheer hebben. En het is natuurlijk een hele mooie locatie waar je de drie verschillende beheerobjecten samen kon zien. En we zijn natuurlijk een heel programma nu gestart, met name voor de kunstwerken, om die volgens de NEN te inspecteren. En we gaan zien hoe we dat voor de dijk ook gaan doen. Ja, en de mannen maakten ongepland eigenlijk een prachtig bruggetje naar het volgende onderdeel. Dus ik ga jou vriendelijk toch dringend verzoeken om via die kant... te verlaten. We zien jou zo meteen nog weer terug. Dankjewel, Oscar. Dan vraag ik Douwe om weer even hier te komen, want we gaan nu naar het vierde onderdeel van onze agenda toe. Ik had al verteld, we gaan kijken naar de ervaringen van Hollands Noorderkwartier, een waterschap dat al wel de NEN is aan het toepassen. We hoorden dus de inspecteurs van Delfland net zeggen dat ze de charme van de methode en de systematiek van de methode heel goed vinden. Maar ze zeggen toch ook wel, om die overstap te maken, dat is niet gemakkelijk. Nou, hoe interessant is het daarom om te horen, Douwe, van Noorderkwartier zometeen, hoe zij dat hebben gedaan, hoe ver ze daarmee zijn, welke ervaringen ze daarmee opdoen. Daarvoor gaan we vragen Erwin Hogema-Schoen. Hij is beleidsadviseur waterveiligheid. Is binnen Noorderkwartier ook druk bezig vanuit, je zou kunnen zeggen, de business, hè, dus waterveiligheid. Ook druk bezig met het informatiemanagement. Nou, voor de ingewijden onder jullie weet je dat dat een heel interessant, maar ook gevoelig punt is. Dat informatiemanagement, data op orde, goed gebruiken van je data, juist in die instandhoudingsopgave. Erwin, ik ga eerst even hier weer weg en dan kom jij op mijn plek zitten. Dankjewel. Ja, ook namens mij welkom Erwin. Dankjewel. Introduceer jezelf en je hebt ook een presentatie voorbereid. En
Ook daarvan hebben we afgesproken dat ik misschien tussendoor wat vragen stel, maar vooral ook aan het eind misschien wel wat vragen. Ja, en zeker ook voorbij de discussie. Ik denk dat we zeker goed diep op de dingen in kunnen gaan. Ik zal over het algemeen het proberen wat globaal te houden. Niet te veel details te geven en dat we daar straks op inzoomen. Mocht je vragen hebben, dan stel ze vooral via de chat. Daar gaan we er zo meteen uitgebreid op in. En nou, dan wil ik jullie meenemen met de presentatie. We beginnen met een schematisatie van ons beheergebied. We hebben, wij hebben het gebied in Noord-Holland, vanaf boven Amsterdam tot en met Texel. En dat hebben we samengevat met de beheerders in een monopoliemodel. Dat vind ik zelf wel heel grappig, ik kwam ook uit de mensen zelf vandaan. En hier zie je een geïntegreerd model. Want ieder bord is eigenlijk een dijk of een dijkring. En daarbuiten heb je de primaire wateren en daarbinnen de secundaire wateren. En zo zie je eigenlijk een schematisatie tussen de verschillende beheerobjecten. Zoals de sluizen die we naar buiten hebben gezien. Het watersysteem en de dijken. Dus ik denk dat het een hele mooie schematisatie is. Ik vond hem erg leuk. Ja, waarom doen we dit nou eigenlijk? Waarom de NEN 2767? Sander heeft er ook al wat over verteld. Allereerst denk ik vanuit waterveiligheid gezien hebben we de zorgplicht op de waterkeringen. Dat is nu gefocust op de primaire waterkeringen. Maar waarom zou je het niet toepassen over je hele area? Dus we willen al met al via asset management een goede afweging maken tussen de prestaties en de kosten tegen aanvaardbare risico's. En we zitten in de openbare ruimte, daardoor heb je heel veel belangen, heel veel afwegingen. En hoe ga je dat nou goed bij elkaar brengen? Daarnaast wil je voor je werkprocessen een goede basis neerzetten. En aan de hand van die goede basis kan je dan door gaan bouwen. Door met z'n allen aan één kaart te werken, wordt die steeds beter. Word je steeds nauwkeuriger. En heb je ook meteen een mooie invulling aan je beheer van je dagelijkse gegevens. Daar komen we in de volgende sheet op. Want wat hebben we nou gedaan? We hebben voor de waterkering gebruiken we over het algemeen het datamodel DAMO. De meeste van jullie kennen die wel. Nog niet ieder waterschap gebruikt dat. Wij hebben hem wel toegepast en vanuit daar ook gekeken van hoe kunnen we dat in de NEN 2767 vatten. En hoe kunnen we dat met de andere standaarden, de BGT, mooi samenvatten. Vanuit de BGT hebben wij als waterschap de verplichting om gegevens bij te houden en te ontsluiten. Dus open data delen met elkaar. En dat willen we doen aan de hand van één waarheid. En wij leggen de gegevens vast in DAMO. En vanuit daar gaat het naar de BGT. Dan gaat het cirkeltje rond en dan gebruiken we vanuit daar de data. Dus wat we eigenlijk doen is slim gebruik maken van de standaarden, zodat we daar één keer aan werken, in plaats van dat we diverse collega's op diverse vlakken werk laten uitvoeren. En hier brengen we het efficiënt samen. Vergelijkbaar eigenlijk met wat Amsterdam heeft genoemd, de standaard decompositie voor waterkeringen, wat Sander net vertelde. Klopt. En jullie gaan nog een stapje verder, dat je eenmalig opslag, veelvoudig gebruik eigenlijk toepast voor je datamodellering. Ja, door van tevoren na te denken over de decompositie en over hoe vinden wij dat in generieke zin de beheerobjecten eruit zien, komen we tot een steeds nauwkeurigere decompositie, waardoor we ook aan kunnen geven, zoals bij Sander met de fundering, deze kunnen we niet zien, we weten het niet, we moeten hier eventueel nader inspectie, of doen we niet eens in zoveel tijd. Maar het belangrijkste waar we mee beginnen, dat zijn eigenlijk de bekledingen. De dingen die je makkelijk ziet, die je eenvoudig tegenkomt. Hoe ga je ook het best toepassen met je maaien bijvoorbeeld, of je andere dagelijkse werkzaamheden. Oké, mooi. Ja. Dus naast hoe je het dagelijks kan gebruiken, komen er ook veel vragen vanuit de omgeving. Een van de mooie vind ik zelf vanuit bestuur. Je hebt een doelstelling om grasbekleding biodivers vorm te geven. Dus de vraag die kwam: waar kan je 5% van de grasbekleding biodivers inrichten voor de komende 20 jaar? Daar zit al een tijd in, er zit een omvang in.
aan de hand van de decompositie zou je via het benoemen van de prestaties, de vereiste conditie en de methode die je doet, kan je heel snel de vraag eigenlijk beantwoorden. Daar aan de grondslag ligt weer diezelfde basiskaart. Er zit best wel veel informatie aan vast. Maar dat brengt wel dat je relatief snel die gegevens boven water krijgt. Dus in dit geval, vanuit waterveiligheid, wil je een open of gesloten zode. Dat hebben wij als een open of fragmentarische zode hebben wij als eis gesteld. Je zou kunnen zeggen, een goede grasbekleding is sterker als die biodivers is. Daar zijn anderen met een hele studie over. Dus wij hebben hier even voor gekozen. En aan de hand daarvan gekeken van welk onderhoud doe je daar dan bij. En hoeveel duurder is dat of niet. Dus als je dan op de volgende sheet komt, zie je eigenlijk van, ik heb 9,8% van mijn grasbekledingen. Die zijn geschikt. Die zijn nog niet bloemrijk ingericht. Die voldoen aan de specificaties. Dus als je 5% wil inrichten, kost het je eenmalig een miljoen. En je exploitatiekosten gaan een ton per jaar omhoog. Dat zijn fictieve getallen, maar het geeft denk ik wel een goed beeld. En wat ik het leuke eraan vind, dan kan je ook de vraag terugstellen. Wat wilt u met de andere 4,8%? En dat 4,8% is, komt omdat je een goede decompositie hebt in je systeem hebt opgebouwd. Precies, en ook omdat je dus weer met die ene kaart werkt en samen hem steeds nauwkeuriger en steeds meer op orde brengt. Ja. Want het is ook wel een utopie om te denken dat je eerst een heel groot data op orde project gaat doen en dan is ineens je data op orde en die dag later is die niet meer op orde. Want er is een vergunning geweest of er is werk uitgevoerd. Dus het op orde houden is nog wel een dingetje. Dus ga vooral lekker beginnen. Oké. Ga niet, wacht niet op de utopie dat je ooit klaar bent met het op orde brengen van je gegevens. Maak de stap en start. Precies. En juist door je asset management aan die decompositie te hangen, kan je er zoveel meer mee. Dat is de boodschap. Waar wij in begonnen zijn, aan de hand van de handreiking risicogestuurd beheer onderhoud, hebben we ons areaal ingedeeld. We zijn begonnen met de normeringen, dus de primaire waterkeringen, die zijn aan de hand van het Nationaal Basisbestand primaire waterkeringen, ingedeeld met een signaleringswaarde en een ondergrens. Dat is een grootheid die je kan kiezen uit de handreiking om je eerste beheerobject te maken. In sommige gevallen vonden we dat nogal groot, dus we hebben ook gekeken. Aan de hand van het plaatje is dat ook te zien waar je waar er een andere dijk op deze dijk aansluit. En dat zijn die gebieden. Daar kom je eigenlijk op een monopoliebord. Dat zijn dus de gesloten cirkels die samen zorgen voor een veilige polder. De IPO-klassen die hebben al een bepaalde kansbenadering erin zitten. En eigenlijk is dan het stapje naar kanszwart niveau is heel snel en heel simpel te maken. Dus mijn advies zou zijn, begin grof, ga dan steeds fijner. En eigenlijk ligt er al een mooie basis om snel die stappen te maken. Ik ga je heel even onderbreken. Er is een vraag in de chat die hier wel op aanhaakt. De vraag is gesteld door Gerard. En die vraagt, is er een koppeling met de bodemkeringopbouw? Ik denk dat is een hele interessante vraag, want dan ga je eigenlijk meteen je beoordelingssystematiek in en hoe ga je dat dan verwerken? De grondopbouw is behoorlijk divers. Daar zal je denk ik keuze in moeten maken. Wat betreft kans zou je kunnen zeggen van een bredere dijk of ik zou uiterlijke kenmerken kiezen om op te knippen en niet per definitie de ondergrond meteen mee te nemen. Dat is best wel moeilijk en dan moet je eigenlijk met je beoordelaars en je toetsers gaan zitten van welke grenzen zijn nou, komen redelijk overheen, kan ik ook nog in het veld waarnemen, want het moet ook voor die inspecteur best wel duidelijk zijn. Ja, dus eigenlijk is het antwoord nee, maar dat is niet een botte nee van dat doen we niet, maar je hebt daarover nagedacht, het is nu voor nu nog even te lastig, maar ja, de manier waarop je het nu hebt opgebouwd, maar heeft inzicht dat je die nadere indeling dan nog zeker kwijt kan als je dat wel gaat toevoegen. Zeker. Oké, dankjewel. Ik denk ook zeker dat het een toegevoegde waarde kan zijn, maar nogmaals, begin grof en ga dan steeds dieper. Want je kan heel ver gaan. De kansen zijn oneindig, denk ik. Ik heb hier even een plaatje meegenomen van ons beheerobject. Het ziet er iets anders uit dan bij Amsterdam.
Wij hebben ze allemaal in vlakken ingedeeld, zodat we goed kunnen zien van waar tot waar. Nou, in het geel zien we de duingebieden. Groen, dat zijn de dijken primair. Dus de categorie primair. De blauwe zijn de regionale keringen. En ingezoomd hebben we nog wat rode objecten. Dat zijn sluizen, coupures, gemalen. Door het in vlakken weer te geven, kan je ook heel goed de afstemming maken met je omgeving, met je gemeente, met andere overheden. Van waar tot waar ben ik er nou van en van waar tot waar ben jij er nou van? En door samen die NEN te gebruiken, kan je ook hun conditiescore en hun conditiebepaling weer gebruiken in jouw beheer en onderhoud. Want als waterschap ben je voor de waterveiligheid. En dat is ook de waterveiligheid van de andere objecten. En nou ja, we willen niet het hele beheer van de andere objecten meteen op ons halen. Maar we staan wel voor waterveiligheid dan ook. Dat is een mooie uitwisseling middels het visualiseren van die objecten. De elementen, die hebben we net al buiten mooi gezien. Maar ja, in data, misschien heb je die nog helemaal niet. Als je daar al gebruikt, kan het zijn dat je al kenmerkende profiellijnen hebt. Het kan zijn dat je nog helemaal geen hoogtegegevens hebt of 3D-gegevens. Gelukkig kan je dan redelijk snel beginnen met de AN, dus de Algemene Hoogtekaart Nederland, en de BGT. Die twee bronnen samen, die zie je hier op het rechte plaatje. Daarmee zijn we tot het plaatje links gekomen. En dan denk je, is de AN goed genoeg? Het antwoord is dus, ja, hij is goed genoeg. Is het landmeetkundig helemaal juist? Misschien niet. Is dat voor je inspectie nodig? Zeker niet. Dus als je wil beginnen, wacht niet totdat je op orde bent. Ga ermee aan de gang en ga dan bouwen. Wat je net wel zei, is dat als het dan misschien niet helemaal goed is, dat je na je inspecties dat wel kunt corrigeren. Zeg maar, zeker. Grenslag net even een halve meter verder. Of ja, ik heb in het veld waargenomen dat die kruin toch net even iets verder daar die kant op gaat. Dat neem je dan weer mee naar binnen om je decompositie daarop op fijn te sluiten. Ja. Dit is een eerste aanzet zonder naar buiten gaan. Want ik heb begrepen dat jullie zijn hier niet voor naar buiten gegaan. Nee. Je hebt alleen de Hoogtekaart Nederland, BGT-informatie bij elkaar gevoegd. Nee. Nou, wat zou dan de indeling in elementen zijn voor dit beheerobject? En daarbij onze kaarten die we al hadden. Damo hadden we al veel informatie van. Vanuit versterking hebben we net allemaal gemeten informatie. Je zou daarover kunnen kiezen om met drones dingen in te gaan vliegen. Dus voor al hergebruik van bronnen. Dat is de boodschap. Ga niet weer opnieuw naar buiten met de landmeters. Dat is heel kapitaalintensief. Kost heel veel tijd, heel veel arbeid. Dus ga slim op met wat je hebt. Oké. En dit is eigenlijk ons resultaat geworden. Hier zijn wel bouwdelen uitgekomen in de schematisatie. De grijs-zwarte lijn erdoorheen, dat is de lijn van een beheerobject. De rode lijnen, dat zijn afrasteringen. Nou, de andere lijnen van de kruinen zijn lijnen van elementen. Die heb ik net in de vorige sheet laten zien. Met de bekledingen die daaronder liggen. En die bekledingen komen in dit geval dus uit onze DAMO, uit de maaikaarten, uit de BGT-data. Dus dit is een verzameling van alles wat we hadden. En hier creëer je eigenlijk een kleurplaat waar je hele meer een onderhoud op kan plannen en doen. Als je maatregelen, eigenlijk zoals Sander heeft laten zien, dan zou je die dus hier aan deze vlakjes hangen. Kom je tot een mooie MJOP, nou, krijg je meer inzicht, kan je over de tijd je onderhoud uitzetten. Waarmee je uiteindelijk in control komt en nou, professioneel asset management toepast. Dus vandaar is dit voor mij, en ik denk voor ons ook, een basis voor het asset management. Eigenlijk ook wat ik Sander net hoorde zeggen, je moet een standaard decompositie waar je het zelf als beheerder over eens bent, dit is onze decompositie. Ja. Amsterdam is daarin, met hun kale constructies, hebben daar al wat meer ervaring op gedaan in jouw pleidooi is. Je kunt dat nu ook al opzetten, grofweg, op basis van de data die je al hebt. Vanuit andere chemia of andere toepassingen kun je die data gebruiken om zo'n decompositie op te bouwen. En die kun je steeds verder fijn slijpen totdat het echt de 100% waarheid is voor zover je dat ooit kunt begrijpen. Ja, mooi. Zeker. Mooi. Dit was het einde van jouw presentatie. Want ik heb wel een prangende vraag eigenlijk. Jouw contactgegevens voor de mensen die meekijken en nog wat nadere informatie na de webinar. Maar
hoe hebben jullie dit dan in je dagelijks werk gedaan? Ja, dat is, door het integreren van alles is het niet in je dagelijks werk erbij te doen. Dus mijn boodschap is ook, maak hier iemand of een paar mensen voor vrij. Doe dit niet alleen met waterveiligheidsmensen, maar ga ook met geomensen samen zitten. Ga kijken hoe je slim je gegevens kan uitwisselen. Misschien hebben je beoordelaars al dingen heel mooi geschematiseerd en in beeld gebracht. Ga dat hergebruiken, ga dat labelen en ga daarmee aan de gang. En hoe hebben jullie dat dan geïncorporeerd? Dus je hebt gezegd, maak mensen voor vrij. Is er een ploeg dan bij jullie, een team wat hiermee aan de gang gaat? Ja, wij hebben nu een programma gegevens weer opgezet. En dat is heel breed. Daarin wordt een hele grote boekenkast gemaakt, maar daar zit een team in, zowel van IT'ers als van waterveiligheidsmensen. En dat wordt nu ook over de andere afdelingen, als zijn het watersysteem en de waterketen, wordt het ook een richting uitgerold. Door die expertise samen te brengen, kan je snel stappen maken. En hoe krijg je zo'n team bij elkaar? Dat is dan de vervolgvraag. Dan zit je eigenlijk al hangend op aan alles wat je moet doen. Je SM-management, je BGT-verplichting, je zorgplicht, je beheer dagelijkse gegevens. De IOT heeft geconstateerd bij veel waterschappen dat niet op orde is. En dit zou een goede invulling kunnen zijn om tot goede gegevens te komen. Ja. En ook in controle van te zijn. Oké. Okay. Dus als ik jou even samenvatten, zorg ervoor dat er een toegewijd groepje is, wat niet heel omvangrijk hoeft te zijn, klopt, maar wel een gemêleerd gezelschap van en data specialisten en keering specialisten. Ja. Misschien ook nog andere specialisten van andere chemia erbij. En zorg dat je begint. En je hebt net heel mooi laten zien dat het heel laagdrempelig kan. Wanneer zijn jullie klaar? Ja, dat antwoord is simpel. Dat is nooit. Zoals ik net al zei, de wereld is in beweging. Er worden verschillende eisen en normen van alles aan ons gesteld. Dus heb niet de utopie om klaar te zijn, heb wel een utopie om in control te zijn. En richten jullie daar dan ook je databeheerprocessen op in om en de decompositie fijner te slijpen? Klopt. En te zorgen dat je steeds meer in controle komt om dat misschien niet ooit klaar te zijn, maar wel om daar heel dicht tegenaan uit te komen. Zeker. Dat doen we ook in het programma Gegevensbeheer. Daarin doen we ook de werkprocessen afstemmen. De verschillende groepen die bezig zijn met deze data brengen we samen en maken we afspraken. Eigenaars benoemen, taken, rollen, verantwoordelijkheden. Eigenlijk blijft het daar bij terugkomen. Maar het mooie is, van de NEN 2767, het biedt wel een mooi woordenboek. En niet alleen dus de methode, maar ook taal. Wat iedereen kan spreken op een gegeven moment. Wat je waterkeringbeheerder spreekt, wat je IT-specialist kan spreken. Wat de omgeving, de buitenwereld, de gemeente. Dus ik denk dat dat ook nog mooi toegevoegd was. Ja, helemaal als je zegt, van ik heb ook interactie met stakeholders uit buiten mijn waterschap. Die ook al de NEN 2767 toepassen. Zeker. Dus dan heb je al een gemeenschappelijke taal die je makkelijk met elkaar kunt uitwisselen. Fijn, dankjewel. We gaan ook ons aansluiten bij het gesprek wat Ferdy verder gaat vormgeven. Nogmaals, dankjewel en jullie zien ons daar. Dank jullie wel. Zo, we hebben een verandering. Ja, we hebben nu de verandering van scène, zou je kunnen zeggen, van decor. En terwijl Douwen en Erwin deze kant op komen, Oscar en Sander zitten hier al, heb ik de gelegenheid om nog eens een keer te zeggen wat een prachtig kantoor de NEN heeft. Een schitterende foyer waar we hier zitten. En we maken nu gebruik, als jij daar op de bank gaat zitten bij Oscar en misschien Sander ietsje deze kant op, dat jullie ook de anderhalve meter hebben. Ja, helemaal top. Dus het is een genoegen om vanuit deze locatie deze uitzending te doen. En die wordt ook technisch, maar daar ga ik zo nog wel iets over zeggen, wordt ook technisch ontzettend goed ondersteund. Douwe, ja, jij hebt de hele tijd maar vragen af zitten vuren op anderen. Ja, zo ben jij. Maar laten we dan maar eens beginnen met een vraag aan jou. Ja. Ik meen dat jij in het historische overzicht wat jij aan het begin gaf, dat jij daar ook zei dat je vanaf 2011 of zo al met de materie bezig bent, met conditiemeting en zo.
Ja. Leg me nog eens uit, want dan moet het wel heel belangrijk zijn. Leg eens uit. Het was zelfs in 2009, toen het initiatief werd genomen door de NEN, eigenlijk gevoed door Rijkswaterstaat, wat ik zei in mijn inleidingen. Die had Rijkswaterstaat heel goed gekeken naar het RVB, wat nu het RVB is. En die zei, nou, dan moeten we die norm maken. En ik zat toen bij mijn vorige werkgever in de positie dat ik leiding gaf aan inspecteurs. En we waren al jaren aan het worstelen van, elke keer moeten we weer uitleggen wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen en welke diepgang dat heeft. Is het nou niet het moment om in te stappen om bij de ontwikkeling van zo'n norm daar wat meer van te weten? Want zo ging ik er in eerste instantie heen. Van, laat ik maar eens horen wat de rest van de wereld van Nederland ervan vindt. Maar ja, dat bleek al heel snel dat we daar heel mooi als beherend Nederland, inspecterend Nederland, zeg maar, voor de infrastructuur in ieder geval goed tot elkaar komt te komen. Ja, en dat was voor mij heel fijn om dat te herkennen. Nou, dat is de club waar ik bij wil horen. Goed, goed om te horen. Oscar, ik schakel even naar jou. Kijk even naar jou. Jij houdt voor ons de chat ook in de gaten. Natuurlijk doe je ook mee aan het gesprek, uiteraard. We hebben een aantal vragen natuurlijk van tevoren even bedacht. Maar als er nu vragen vanuit ons publiek zijn, dan gaan die natuurlijk voor. Dus dan mag jij inbreken wat dat betreft. Erwin, jij hebt ook in diverse expertgroepen gezeten. Hè? Ik ben wel benieuwd wat jij nou de meest interessante of spannendste inhoudelijke discussiepunten vond in de gesprekken die jullie daar hebben gehad. Ik heb het net ook al een beetje benoemd, maar ik vond het heel leuk om te merken dat het toch vaak terugkwam naar taal. Gewoon, hoe communiceer je met elkaar? Waar heb je het over? Is het een overstap of een overstapje? Van die hele gekke dingen, dat je denkt, maar het is wel fijn dat dat duidelijk is. En kloppen de definities dan van hetgene waar we het over hebben? En in die expertgroepen hebben we best wel breed gezelschap geprobeerd te zoeken. Ik heb in zowel dijken, dammen als duinen gezeten. En dan merk je dat iedere beheerder toch zijn eigen taal spreekt en toch zijn eigen dingen doet. En die proberen we weer bij elkaar te brengen. En ik denk dat het heel goed gelukt is in de norm. Dus dat vond ik vooral het leukste. Ja, ja. Sander, wij hoorden de inspecteurs, de collega's van Oscar. Die hoorden we aan het einde eigenlijk zeggen, ja, we vinden het qua structuur en zo, qua instrumentarium heel mooi, heel goed geordend en zo. Anderzijds, het zal toch een behoorlijke klus zijn om die overstap te maken. Je hoorde die mannen nog aarzelen wat dat betreft, hè? Ja. Zou jij vanuit jullie Amsterdamse ervaring ze misschien een advies kunnen geven? En misschien moet je niet eens zozeer aan die inspecteurs denken, maar aan het management van Delfland. Nou, ik denk dat het meer is dat het meer de verandering op zich is. En als je eenmaal ermee bezig bent, en je weet hoe de DEN werkt, hoe de decompositie werkt en beoordeling, dan is het eigenlijk niet meer zo complex. Dan schud je het eigenlijk uit je mouw. Hè? Je staat bij een object en je ziet al meteen welke elementen heb ik nodig, welke bouwdelen, wat zijn de gebreken die eraan zitten. Dus het is vooral eerder de gewenning, hè, dat je op iets nieuws overstapt, dan dat de materie zelf heel complex is. Ja, en ik hoorde overigens Erwin in zijn verhaal toen straks ook vertellen dat je niet moet proberen 100% de gegevens al op orde te hebben, maar gewoon maar van wal te steken, toch? Min of meer, Erwin? Ja. Deel je die? Ja, dat deel ik zeker. Ja. En kun je daar iets meer over vertellen, hoe dat voor jullie dan uitpakt of hoe dat eruit ziet? Ook. Wij zijn ook maar gewoon begonnen met de NEN. Al in Amsterdam zijn ze daar in 2014 mee begonnen met een groot raamcontract. Je ziet eigenlijk bij het tweede raamcontract dat we vooral echt de puntjes op de i zetten qua de volledigheid van de decomposities, maar ook hoe we als gemeente Amsterdam kijken naar beoordeling van gebreken door de marktpartijen. Want daar zit af en toe ook nog een interpretatieverschil tussen, dat er natuurlijk toch mensenwerk blijft. Dus het is vooral, je hebt nooit in één keer een 100% kloppend areaal qua data. Dat zal in de loop der tijd gewoon steeds vollediger worden. Hmm. Oscar? Ja, ik heb een vraag op de chat gekregen. En die sluit een beetje aan bij wat Erwin eigenlijk net ook al zei. Het gaat over taal. En de vraag die gaat over van, hoe ga je om met de NEN en het vaststellen van gebreken in relatie tot de locatie waar je dat gebrek ziet. In hoeverre bijvoorbeeld een gebrek in een buitentaluut
met een bepaalde ernstklasse je anders zou beoordelen, omdat het daar ernstiger zou kunnen zijn dan in het binnentehuis. En dat is iets specifieks voor waterkering. Dat is iets waar we binnen de expertgroep ook heel veel discussie met elkaar over hebben gehad. Zoals Douwe altijd roept, het zintuigelijk waarnemen is wat anders dan het daar gelijk weer een oordeel aan geven van waar je iets waarneemt in relatie tot de functie waar zich dat bevindt. En dat is wel een omslag. Ik weet niet, je hebt ook die discussies meegemaakt, Erwin? Zeker. Ik duik vooral waarschijnlijk meteen de inhoud in. Zeker. En wat ik ook meteen hoor is dat je een gebrek aan de buitenkant anders waardeert dan aan de binnenkant. En de methodiek, maar correct me if I'm wrong, die stelt wel vast dat je een vereiste conditie kan bepalen. Dus een bepaalde ondergrens wat je zou willen of zoiets. Daarin zou je al eerder kunnen zeggen van buiten moet die beter zijn dan binnen. En door dat vast te leggen, kan je middels je gebreken eerder zien waar je dan door je grens heen gaat. Tussen buiten en binnen. En dat is juist, denk ik, het mooie in die elementen. Ja, ik denk ook even aan de presentatie van Sander. Waar hij zegt van ja, elk gebrek en elke conditiescore die je bepaalt, leggen we voor ons ook weer langs een risicomatrix. En daar kan je natuurlijk die koppeling goed maken. Precies. Met de plek en de functie van die plek waar je volgens dat gebrek hebt. Ja, en wat vervolgens. Ja. En dat is wel zeg maar het vervolg op het objectief waarnemen van het gebrek. In de norm, in deel 1, als de mensen die interesse hebben in de norm, als je de norm 1, deel 1 leest, dan staat ook een voorbeeld gegeven van een betonschool die loskomt bij een viaduct. Ergens een omvang en intensiteit is hetzelfde als een betonschool die loskomt aan de rand van een parkeergarage, het dek van een parkeergarage. Het leidt tot dezelfde conditiescore, alleen bij het eerste geval zul je met vliegende sirenes of met gillende sirenes naar de locatie gaan om daar wat te doen. Bij de andere locatie, ja, dan zul je zeggen, nou oké, hij zit er. Ja. Ik haal de school eraf en voor de rest is het prima. Dus de norm, het is een inspectienorm en geen beheernorm. Bijlage D geeft wel wat richting daaraan. Maar het is vooral objectief, zintuigelijk, waarnemen van gebreken. Waar dat gebrek zich ook manifesteert, het moet leiden tot dezelfde conditiescore. Dat je met die conditiescore bij het ene bouwdeel anders omgaat dan bij het andere bouwdeel, dat is aan de beheerder. Dat is niet normatief vastgesteld. Ja, nou ben ik van dit gezelschap degene die het minst inhoudelijk is ingevoerd. Maar Oscar, help me even. Dit klinkt voor mij ook als risicogestuurd iets. Ja. Want die binnenkant van Erwin, die vinden we toch minder heikel dan de buitenkant, toch? Dat is dan toch ergens risicogestuurd? Ja, we hebben natuurlijk alweer 2 jaar geleden de handreiking risicogestuurd beheer en onderhoud opgeleverd. Waar we een eerste aanzet hebben gegeven van kijk eens naar de NEN 2767 voor het decomponeren van je areaal. En vervolgens daar heel even mee kan op toe te passen en uiteraard ook je conditiemetingen. Toen hebben we toch ook al geconstateerd dat de huidige uitwerking van waterkeringen in de norm onvoldoende was. Nou, daar is nu middels onze expertgroep hebben we daar een mooie verbeterslag in kunnen maken. En daarmee leidt dit ook, als je dit gaat gebruiken, eigenlijk 2 dingen. Je dwingt jezelf aan de ene kant tot eenduidigheid in je areaal, in je decompositie en in de definities die je daarvoor gebruikt. En dat je ook straks hopelijk tussen alle waterschappen dezelfde taal spreekt. Dat helpt ook. Maar je hebt ook een eenduidigheid in de wijze van vastleggen en inspecteren. En een van de dingen die zeker ook een verbeterslag kan zijn voor je beheer, is dan ook een eenduidigheid in het omgaan met je risico's, met je risicobeoordeling. En dat is zeker een meerwaarde. We hebben daar zelf ook al eens naar gekeken hoe we dat zouden kunnen doen. Met een soort degradatievervalmatrix waarbij we zeggen van nou, we hebben een aantal objecten met een bepaalde status. Hè? Dus een gemaal die in een zichtlocatie zit, zou een hogere kwaliteitsstatus moeten hebben, ook van de buitenkant gezien, dan ergens een van de poldergebouwtje dat ergens achteraf staat. En dan kan je ook zeggen van nou, daar accepteren we een bepaalde conditiescore wel of niet. En als we bepaalde conditiescore van een bepaald bouwdoel
voorkomt, kan je zeggen van, nou ja, het mag niet verder degraderen dan tot dit niveau. Ja. Nou, als je dat één op één toepast, dan krijg je een enorme lijst met heel veel werkzaamheden. En dat betekent nog steeds dat je daar risico, met je risicoblik nog naar moet gaan kijken. Van, en wat vind ik nu wel of niet van belang? En de norm ambieert wel dat die conditiescore waar je hem dan ook meet, altijd hetzelfde zegt. Ja. En is dit de ernst, dit is de intensiteit van het gebrek, dit is de omvang van het gebrek. Dat zijn de drie parameters die je vaststelt. Dat leidt dan tot een conditiescore. En vervolgens is het aan de beheerder, en Amsterdam zal anders met de conditiescores omgaan dan, met alle respect voor Lutjebroek, maar dan de gemeente Lutjebroek. En dus dat zit niet in het inspecterende norm, het zit in het beheerende deel. En dat is mooi dat je dat zegt, want dat hebben we geprobeerd te vangen in de handreiking risicogestuurd beheer waterkeringen. Ja. Nou, een van de dingen wat ook de man op de dijk vandaag mooi hebben kunnen laten zien, we zitten daar in een ja, toch complexe omgeving met verschillende type beheerobjecten bij elkaar, gemaal, een stuk dijk, of meerdere stukken dijk natuurlijk, en het sluisje. Ja, ik ben dan beheerder van de waterkering, dat is inclusief de waterkering en de kunstwerken waaronder deze sluis. Maar ik kan eigenlijk geen uitspraak doen over mijn totale areaal, omdat ik in ieder geval niet vanuit conditiewaarde. We hebben dat in verschillende programma's zitten op dit moment en die worden op verschillende manieren bekeken. Dus de sluis is dan wel al met de NEN 7067 helemaal langs gelopen, maar de dijken afgelopen jaar met de digigids, dat gaat overigens uitstekend. Maar het is niet dat je zeg maar die twee objecten in, en dan heb ik het natuurlijk over het totale areaal van Delfland, in één programma kan stoppen en op basis daarvan op areaalniveau een risicogestuurd beheer en onderhoud kan doen, omdat die informatie gewoon met elkaar verschillend is. Dus je kunt ja, minder goed de juiste afwegingen maken van waar zit nu de hoogste prioriteit en waar moet ik nu mijn aandacht aan geven. En het geldt voor het komend jaar. Ja. Ik verwacht dat een verbeterslag kan zijn de komende jaren. En ik denk ook zeker de aanvulling met de organisatiedoelstellingen, dat ook een hele mooie is. Want nou ja, de ene die wil misschien veel meer biodiversiteit inzetten dan de ander. Of de ene vindt imago veel belangrijker dan de ander. Ja. Dat is nog steeds die beheerkant wat na de inspectienorm komt. Maar je input is wel gestandaardiseerd en door te labelen aan je objecten kan je daar ook veel makkelijker over de tijd een uitspraak over doen. En ook daarvan is, wacht niet totdat je compleet bent, want het verandert ieder jaar, maar begin gewoon. Dat was maar op hoofdlijn. Andere vraag. Kijk even naar Oscar trouwens of er vanuit het land vragen of opmerkingen zijn. Ja, Jan-Willem Nieuwhuis die schrijft net van hey, ik hoor jullie vooral het hebben over gebreken. Vanuit de zorgplicht stelt hij terecht dat je natuurlijk ook moet aangeven als iets goed is. Dat is misschien iets wat we helemaal niet belicht hebben in de hele presentaties van vanmiddag. Maar daar gaat deze norm natuurlijk juist om. Ja. Is dat je niet alleen aangeeft waar de gebreken zitten en wat de conditiescore van dit gebrek is. Maar dat je dus ook aangeeft dat iets goed is. Maar dat vond ik in de kaarten die jij liet zien, ja, met die groene kademuren, ja, of de groene lijntjes, vond ik heel duidelijk uitspreken. Ik kan me ook voorstellen dat dat voor bestuurders heel plezierig is. Ja, precies. Want je weet eigenlijk van waar er veel groene gebieden zijn, dan hoef je je niet druk om te maken. Hè. Dus uiteindelijk moet je als beheerder natuurlijk zorgen dat je areaal op orde is en veilig is. En dat je van A naar B kan bij een infrastructuur. En ja, de objecten die goed zijn, ja, daar heb je weinig omkijken naar. En de objecten die oranje-rood zijn, ja, daar moet je natuurlijk je beheer op uitvoeren. Je geeft dus wel de conditiescore 1 of 2 van de objecten die goed zijn. Ja, zeker. Want als er in principe als er geen gebrek aan een bouwdeel zit, dan krijgt die automatische score 1, uitstekend. En dat rekent zich dan weer door naar boven. Dus op die manier zie je heel snel welke objecten er goed zijn naar je kwaliteit te voldoen en welke er slecht zijn. Dat was overigens een van de charmes waar Rijkswaterstaat door was geraakt uit de methodiek dat ook werd vastgelegd waar de dingen goed zijn. En ook Rijkswaterstaat in het verleden vooral registreerde waar we problemen hebben. Het communiceren over dat het dingen ook goed zijn en die je dan ook objectief vast kunt stellen dat het goed is, komt die score 1 of 2. Ja, dat is een belangrijke meerwaarde. Dus heel erg bedankt voor de vraag. Want dat is inderdaad in onze presentaties niet zo heel helder naar voren gekomen. Maar was wel een van de
dingen die we nu kunnen doen. Ja. En wat ik ook mooi vind is, je zou kunnen zeggen dat die gids doet dat ook al, want die heeft ook een kwaliteitsklasse goed. Dus op het moment dat je aangeeft dat het goed is, is het goed. Mijn ervaring is over de afgelopen 4 jaar dat de goede eigenlijk niet werden vastgesteld of vastgelegd. Waardoor je vanuit je zorgplicht niet kan zeggen, het is goed. En nu leg je alles vast, waardoor je ook direct zegt dat het wel goed is, ja. Want anders had het erop moeten staan. Ja, dus aantoonbaar is dat. Precies, dus maakt het aantoonbaar. Je aantoonbaarheid gaat veel meer omhoog. Ja, we vliegen door de tijd nu heen. Ik kijk even of er nog meer vragen zijn, anders heb ik er nog wel één. Mag ik? Ja, want natuurlijk. We hebben het over objecten. Overigens, deze norm komt uit de bouwwereld oorspronkelijk. En zeker voor gebouwde objecten is het natuurlijk zo dat veroudering gelijk staat aan degradatie. Ik ben chemicus, ben ooit opgeleid als chemicus. En dit is gewoon de tweede hoofdwet van de thermodynamica bij uitstek. Hè. Uiteindelijk zal alles vervallen. Maar goed, dat terzijde. Maar hoe zit dat eigenlijk met dijken met een grasbekleding? Ik kan me juist voorstellen dat als dat gras een tijdje bezig is, dat die beworteling steeds sterker wordt, dat eigenlijk die bekleding toeneemt. Wie wil daar iets over zeggen? Maar voorziet deze norm daar dan ook in, dat je dat kan waarderen? Ja, in de handreiking hebben we daar een figuurtje over opgenomen. Dus normale degradatie gaat van conditiescore 1 tot 6, zeg maar. Dat zou dan, als je hem zover laat doorgaan, zeg maar. Maar in het geval van meer groen objecten heb je inderdaad een soort aanvangssituatie. Dat je zou kunnen zeggen dat je fictief gezien op een conditiescore 2 of 3 begint. En dat je daarna langzaam klimt naar 1. En dan heb je het over een goede stevige grasmat die de functie van een bekleding vervult. En daarna, en dat zit ik me nu te bedenken, dat is wel een van de vragen die tijdens de presentatie op de dijk nog gesteld is, van ja, hoe ga je eigenlijk om met een zelfherstellende grasmat? Want daar werkt natuurlijk vegetatie, of een grasmat in het geval van dijken, natuurlijk wat af ten opzichte van de meer constructieve delen van beton en hout. Ja. Die kunnen zichzelf niet repareren. En een grasmat natuurlijk wel. We hebben natuurlijk behoorlijk wat discussie over gehad. En daar hebben we ook al het een en ander in de handreiking over opgenomen. Oké, dus daar staat in de handreiking ook wat over. Er staat in de handreiking wat over. En de norm voorziet wel in normtekst in dat de conditie wordt bepaald op basis of afgeleid van de basiskwaliteit. Ja, een nog ontwikkelende kwaliteit is dus nog niet de basiskwaliteit bereikt. Dus dat wat we in de handreiking mooi hebben weergegeven. Je hebt eerst een groeicurve en dan pas gaat die degraderen. Over speelt de discussie binnen de normcommissie al wel een tijdje dat we dat voor specifiek voor groene misschien wel een andere soortige degradatiecurve moeten opnemen dan nu in de norm. Zover zijn we nog niet, maar mede vanuit het expertteam dijken is dat signaal ook gekomen. Dus dat noopt ons tot binnen de normcommissie om daar nog eens indringend naar te kijken. Moeten we daarin voorzien? Textueel in de norm is het afgedekt, maar dat is altijd met normen. Dat leidt dan tot interpretatie. Nou, we willen ook de norm steeds beter maken. Dus dat zou mogelijk een mooie vervolgstap zijn om te kijken voor met name groene bouwdelen of levende bouwdelen, zeg maar, om dat mee te nemen. Okay. Ja, ik denk dat het ook nog mooi is, door periodiek middels de NEN te inspecteren, zie je ook die conditie als het goed is weer toenemen. Ja. En van gras gaat het toenemen. En we doen daar dagelijkse beheer, maaiwerkzaamheden. Heb je ook meteen de controle, doe ik dan het juiste of wordt die alleen maar slechter? Ja. Dus eigenlijk hetzelfde als wat jullie in Amsterdam doen. Hè. Jullie registreren consequent de conditiescores. Relateer dat aan maatregelen die je treft. Hè. Is de maatregel effectief of niet? Hè. Krijg je dan een betere conditiescore? Nou, dat zou je zo'nzelfde systematiek. Dus wel mooi om daar eens even op een ander moment naar te kijken hoe jullie dat dan doen. Want misschien kunnen we dat wel gebruiken. Misschien specifiek voor groen. Of misschien nog wel specifieker voor groen op dijken. Bekledingen van dijken. Maar dat vind ik wel een mooie uitkomst ook van dit webinar. Nu dat we daar dit met elkaar hebben gedeeld, dat dat misschien wel een vervolg zou kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van deze norm. Oké, dankjewel. Er is tijd voor eventueel nog een laatste vraag, anders... Bernadette die stelt een vraag, en die krijgen we natuurlijk regelmatig. Hoe zit dat nu met de digigids? Dat is natuurlijk nu bij een heel aantal waterschappen
leidende norm, zou ik willen zeggen. Ja, het is niet echt een norm, maar het is wel een leidende methode. Maar wat gaat daarmee gebeuren? Nou ja, we hebben natuurlijk nog helemaal verder, er is niks over afgesproken. Dus de DIGID blijft op dit moment gewoon nog bestaan zoals die is. Ook de schadecatalogus zoals die beschikbaar is. En het zal uiteindelijk aan de waterschappen op dit moment zijn om daar zelf besluit over te moeten nemen van welke kant gaan we op. Ja. Maar we hebben er in ieder geval voor gezorgd, en dat is even waarom ik het vooral even wil aankaarten, is dat alle kennis die is opgebouwd in de digigids, van alle gebreken die we daar hebben beschreven, en ook alle nadere duidingen van die gebreken, dat we ervoor gaan zorgen dat die informatie ook in de NEN zit. Ja. Dus al die gebreken zijn in de NEN terug te vinden. Dus degenen die gewend zijn te gebruiken, de digigids te gebruiken, die zullen dezelfde, in ieder geval dezelfde gebreken, dat heet dan de gebreken in de NEN, ook weer terugvinden. Ja, mooi. Ik vond het wel mooi, want we hebben nog wel heel even tijd. Ik vond het wel mooi om te zien, ik was rapporteur bij het expertteam Dijk en Duinen, is dat er juist heel erg gebruik gemaakt is van de al ontwikkelde kennis in de digigids. En we hebben gekeken van hoe kun je die kennis nou borgen, maar dan vormgegeven in een andersoortige norm, een andersoortige inspectiemethodiek, zonder kennis kwijt te raken. En dat is, ik moet een compliment maken aan het expertteam, want daar zijn ze erg goed in gelukt. In de handreiking risico-studie bier- en onderhoud waterkeringen hebben we ook gezegd, ze kunnen naast elkaar bestaan. Alleen op het moment dat we die norm of die handreiking schreven, was de NEN 67 eigenlijk niet goed toepasbaar, omdat er allerlei vreemdsoortige termen in werden gebruikt, die helemaal niet door waterkering mensen werden herkend. Ook gebreken op een hele rare manier, nou niet de hele rare manier, maar toch op een bepaalde manier bijzonder waren omschreven. En ik denk dat de expertteam Dijk en Duinen heel goed geslaagd is in de opzet om te kijken, kunnen we nou wat ik net zei, de digigids gebruiken om de NEN beter te maken. Niet om de digigids zwakker te maken. Dus ik ben ervan overtuigd dat we nu 2 inspectiemethodieken hebben, die heel goed gebruikt kunnen worden voor het risicogestuurd beheer en onderhouden van waterkeringen. Toch even sprekend voor de porgie van de NEN. Wat de NEN toevoegt is dat je kunt benchmarken tussen, nou, of je het nou hebt over een straat of over een lantaarnpaal of over een dijk. Het leidt tot een conditiescore. En die conditiescore zegt van welk object je dan ook bekijkt, vertegenwoordigt hetzelfde. Ja, het is meer geobjectiveerd, breder geobjectiveerd. Breder geobjectiveerd en je kunt met zo'n mooi Nederlands woord benchmarken. Ja, ja. Dus voor bestuurders, wat jullie in Amsterdam vooral mooi laten zien, hè, dus je plaatje laat zien, als het groen is, is het ook echt groen. En als die, of het nou hebben over een kadermuur of over die brug of over dat wegstuk, dat is conditiescore 1. Ga rustig slapen, beste wethouder. En als het conditiescore 3, 4, 4, 5 of 6 is, nou dan moet je wakker gaan leggen. Ja. Oké, we gaan hier nu afronden. Wel misschien nog, Oscar, in 2 of 3 zinnen. Wat gaan jullie straks doen? We hebben zo meteen een korte pauze. We sluiten eerst het webinar netjes af, want er gaat nog wat gebeuren. Ik had beloofd de handreiking te ontsluiten wat dat betreft. Dan hebben we 2 of 3 minuten pauze. En dan gaan jullie nog voor de diehards, hadden we bedacht, verder. Wat gaan jullie doen? Nou, we hebben in feite de handreiking in een nutshell in de presentatie gezet. En de belangrijkste highlights, we kunnen niet alles laten zien, zullen we gaan toelichten. Oh, okay. Met name over de decompositie, een beetje ingaan op gebreken en proberen wat relaties te leggen met de digigids, hoe dat de koppeling is. Top. Nou, voor dit moment wil ik jullie allemaal hartelijk danken. Maar Oscar, jij gaat nog wat doen, want jij was voorzitter van de groep. Jullie hebben een prachtig product gemaakt. Het wordt nou toch onderhand tijd om het te laten zien en misschien zelfs uit te reiken. Je bent wel benieuwd, hè? Ik ben razend benieuwd. Is het te zien in de camera? Ja. De laptop te kijken. Ja, ik als voorzitter van de expertcommissie is mijn eer om de eerste exemplaren te gaan uitreiken. Maar dat wilden we eventjes weer. Dan gaan we eventjes staan doen bij de andere. En dan roep jij ons om de beurt naar je toe. Precies. Deze microfoon moet uit. Erwin, mag ik jou eerst vragen? Tuurlijk. Ja, dames en heren, Erwin was mijn vertrouwde steun toegelaten bij alle expertoverleggen die we hebben gehad de afgelopen jaren.
denk ik bijna maandelijks bij elkaar zijn gekomen. Eerst in het expertteam Dijken en Dammer en vervolgens in het expertteam Duinen. Ik wil ook zeker vanaf deze locatie al mijn leden van het expertteam hartelijk danken voor alle inbreng. We hebben fantastische discussies gehad. Soms denk ik van mijn open. Ze hebben nog niks opgeschoten, maar het heeft allemaal moeten bijdragen in het je eigen maken van de norm in de methodiek. En ook gewoon tot consensus te komen, want het is natuurlijk wel een gedragen product. Even voor het beeld, in zo'n expertgroep zitten eigenlijk een heel scala van mensen uit het totale aspect van die bezig zijn met die waterkeringen. Dus het zijn vooral waterschappers geweest. Rijkswaterstaat, maar ook uit het bedrijfsleven en uit kennisinstellingen die in het expertteam hebben meegedraaid. En dat heeft geleid tot dit prachtige STOA-rapport 2021 nummer 21. En Erwin, het is mijn eer om de eerste aan jou te overhandigen. En ik weet dat jij het ook een warm hart toedraagt en ik hoop dat je er heel veel plezier en ook vooral je collega's weer mee onder de armen kan overtuigen. Ja. Komt helemaal goed, dankjewel. Oké, dan de volgende is dan voor de NEN. Dat is natuurlijk... Dankjewel. Welkom, Katrien. Ja, misschien kan je jezelf even voorstellen. Ja, voor wie mij nog niet kent, ik ben Katrien Volman. En ik moet even mijn geluid aanzetten. Ja. ik ben secretaris van de Normcommissie Conditiemeting. Vanuit die hoedanigheid natuurlijk ook goed op de hoogte gehouden van de voortgang die jullie hebben gemaakt in het expertteam. Ook wat meegegeven van alle discussies waar je net verwees. En ik ben ontzettend blij met het product wat jullie hebben geleverd. Ik denk dat ik spreek namens heel de normcommissie dat we dat jullie echt wat hebben toegevoegd. Niet alleen voor de waterkeringen, maar ook aan de 2767 zelf in bredere zin. Dus ik ben heel blij om dit product nu in ontvangst te gaan nemen. Oké. Okay. Ja. Alsjeblieft, ik hoop dat je een mooi plekje kan krijgen in jullie bibliotheek. Absoluut. Zowel, dit is dan een van de zeldzame analoge versies, kan ik jullie vertellen. En de digitale versie kom ik zo op terug. Ja, zeker. Ja, die is inderdaad. Ik wil in ieder geval jou hartelijk bedanken voor de goede samenwerking van het afgelopen jaar tussen STOA en de NEN in dit geval. En dat brengt me eigenlijk tot mijn laatste persoon en dat is Ferdy namens de STOA. Ja, Ferdy, wij zitten ook alweer bijna een half jaar samen in dit gremium, zeg maar, met elkaar af te stemmen over NEN en risicogestuurd beheer en onderhoud. En ik ben zelf heel erg blij dat we dit eindproduct nu hebben kunnen overhandigen aan Waterkerend Nederland. En zeker namens de STOA als zijnde kennisinstituut voor Waterbeherend Nederland. En natuurlijk waar het programma Waterkering een belangrijk onderdeel in is. Dus ik moet eigenlijk je eigen rapport weer teruggeven. Nou, het is in ieder geval hartstikke mooi om het werk zo te zien in zo'n mooi rapport. Dank namens de hele PIW-community. En natuurlijk ook Rijkswaterstaat zal hier zijn voordeel mee doen, uiteraard. Ook je collega's op de dijk verdienen er... Zeg je ze wat? Onze collega's op de dijk, die moet natuurlijk ook zo'n boekje hebben. Zijn jullie er nog? Auke, Karl, zijn jullie er nog? Ja, we zijn er nog. Ja, ik heb ook nog een boekje voor jullie. Want ik vind ook inspecteurs die er eentje hebben. Dus mag ik jullie er eentje overhandigen? Kan je een ietsje draaien, dan kan ik het tenminste zien. Ja, daar gaat hij. Ja. Hey, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Oké. Okay. Ja. Oh, ja. Hey. Ja, ver weg hè, daar komt hij. Bedankt. Ze hebben hem gevangen. Goed. Oké, daarmee zijn we aan het einde van het webinar, maar we worden zo meteen nog vervolgd. Ik wil nog een paar dingen zeggen. Ik had jullie sowieso beloofd om te vertellen hoe je nu zelf je exemplaar kan krijgen. Nou, de handreiking is beschikbaar via de website van de NEN. En daarnaast is die ook beschikbaar via de PIW-website, dus de STOA PIW-website. Daar kun je hem downloaden en dan is al deze kennis ook voor jullie beschikbaar.
We gaan nu afsluiten. Ik wil jullie hartelijk danken voor de aandacht waarmee dit bekeken is. De vragen die zijn gesteld, die ons geholpen hebben om het nog beter uit te leggen, nog wat duidelijker naar voren te brengen. Ik wil Jasper en Jeroen, Jasper van den N en Jeroen van Waterprof, bijzonder danken voor de uitermate sophisticated manier waarop deze uitzending tot stand is gekomen. Nog even en we worden concurrenten van op één of zoiets. Het is ontzettend leuk om te doen. We maken iedere keer ook weer stapjes voorwaarts. We leren wat dat betreft ook bij in deze techniek. Er zullen nog twee webinars in het kader van PUW komen. Die gaan allebei over grasbekleding en deels ook over droogte, Oscar. Daar ben jij ook nog bij betrokken. Nogmaals, mede namens Katrien Volleman van NEN wil ik jullie dank zeggen voor de aandacht waarmee dit beluisterd is. We gaan nu een korte pauze nemen van een minuut of vier. En daarna wordt voor de liefhebbers het nog vervolgd met verdere uitleg over de handreiking. Dank jullie wel allemaal en nog een fijne resterende deel van de dag.
Goedemiddag allemaal, welkom bij het tweede deel van onze workshop, waarbij we vooral wat meer zullen ingaan op de, nou ja, en hoe werkt dat nou met de NEN 2767 voor waterkeringen? Hoe ziet die eruit waar loop je zo tegenaan als je ermee aan de slag gaat? Ik heb hier naast mij een laptop staan met de chat van deze sessie. Dus mochten jullie dringende vragen hebben, schroom niet om ze deze vooral te stellen. Dan zullen we kijken of we deze kunnen beantwoorden in het komende half uur. Mag ik de eerste dia? De handleiding, zoals je hem net al gepresenteerd hebt te zien. Beschikbaar, downloadbaar via de publicatiereeks van de STOA, inspectiewaterkering.nl. En er zal waarschijnlijk wel ergens op de NEN-site te downloaden zijn, in pdf-formaat. Waar gaan we het over hebben in het komend half uur? Vooral over hoe ziet nou die decompositie van dijken en dammen eruit en duingebieden. Dat zijn eigenlijk de drie beheerobjecten binnen de NEN 2767 waar wij naar gekeken hebben. Dus als je denkt, ik ben geïnteresseerd ook in bijvoorbeeld waterkerende kunstwerken, zoals schutsluizen. Die zitten ook in de NEN als beheerobject, alleen onze expertgroep heeft daar niet naar gekeken. Dus we kijken naar die decompositie en we kijken naar de gebreken. En op een aantal plekken zullen we de verschillen tussen de digits en de NEN. En Douwe, dit plaatje van, de decompositie is natuurlijk een heel bekend plaatje. Voor mij zeker, ja. Voor jou zeker, ja. En wat je hier vooral ziet is van, wat is de rijkwijde van de NEN? We kijken dus naar het beheerobject, eigenlijk het verhaal erboven, een complex op een areaal, daar maakt dat beheerobject deel van uit, maar dat is niet onderdeel van de norm. En het kan natuurlijk zijn dat onder je bouwdeel, wat dan nog, een sluisdeur, er zitten dan misschien weer allerlei specifieke boutjes en moertjes in die vervangen zouden kunnen worden. Dat zit niet in de NEN, maar dat zijn componenten waar we dan geen rekening mee houden. Wat je hier verder ook ziet is dat gebreken gekoppeld worden aan een combinatie van bouwdeel en materiaal. Dus dat is altijd op het laagste niveau van de decompositie. Volgende dia graag. Waar je natuurlijk mee begint als je eigenlijk je areaal wil gaan decomponeren volgens de NEN, is van hoe ziet dat er dan uit? We hebben hier weer de dierenbeheerobjecten met wat standaard dwarsprofielen. Dat zijn de profielen die ik zo meteen ook zal bespreken, waar ook de meeste elementen en bouwdelen aan zijn opgehangen. Maar je hebt natuurlijk ook een dijk wat in de lengte begrensd is. Wat je daar straks ook op de dijk zag, is dat het beheerobject dijk waar mijn collega's rondliepen, die liep in dit geval van het gemaal tot aan de sluis. En dat is een keuze die je als beheerder zelf moet maken. En daar hebben we ook binnen de expertgroep behoorlijke discussie over gehad. Moeten we daar nog iets van voorschrijven? Dat werkt natuurlijk niet. Want elk gebied is dat weer anders. En ook naar mijn eigen areaal kijk, bij Delfland hebben we de primaire keringen. Dat zijn grote jongens. En de regionale keringen, die zijn veel kleiner. Met vaak een veel grotere variatie aan elementen en bouwdelen. En dat is natuurlijk als je naar een gemaal of een brug kijkt, een brug is in jouw specialiteit vooral. Ik ben inmiddels wat breder georiënteerd, maar ja. Ik profileer mezelf altijd graag als brugofiel, maar dat geheel tezijde. We hebben natuurlijk in de handreiking risico gestuurd beheer en onderhoud daar al iets van een opzet voor gegeven. En de norm, de 2767 zegt ook, wat ook in het verhaal van Sander naar voren kwam, dat je als beheerder zelf de keuze moet maken, wat is je indeling in beheerobjecten. En toch om een beetje uniformiteit daarin te geven, hebben we dus in de handreiking risico gestuurd beheer en onderhoud waterkeringen daar een richting aangegeven, met kansvakken, effectvakken en inspectievakken. En dan kom je op het niveau van beheerobject. En dan geldt de norm, hè? Dat is het plaatje wat we net zagen. Oké, volgende dia graag. Kijken we allereerst eventjes naar dijk. Voor deze presentatie heb ik eigenlijk alleen de dijken uitgewerkt, omdat het bij dammen nagenoeg hetzelfde is. Alleen heb je, zoals hier aan de linkerkant van het plaatje ziet, water. En dat heb je bij een dam natuurlijk ook. En bij een dam heb je dan weer geen achterland. We hebben de elementen vooral gegroepeerd op een drietal onderdelen. Elementen die in het locatie in het dwarsprofiel voorkomen. Elementen met een meer kerende functie
of bijzondere waterkerende constructies, zoals dat ook in de DIG-gids heet, en de niet-waterkerende objecten. Nou, kijk je naar de elementen die in de locatie in het profiel voorkomen, dan zijn dat eigenlijk de herkenbare beschrijvingen zoals ze ook in de DIG-gids-methode worden gebruikt. Onder water heb je dan een bodem en heeft een vooroever en dan een voorland, buitenteluut, buitenberm, kruin, binnenteluut, binnenberm, teensloot en achterland. En zoals je in dit plaatje kunt zien, kan je ook op sommige plekken misschien meerdere buitenbermen of meerdere binnenbermen hebben. Dat kan als je dat in je decompositie voorkomt en dan zul je ze gewoon moeten nummeren als je een decompositie gaat maken en ook op die manier gaat inspecteren. Ja, wat Erwin, in de presentatie van Erwin mooi naar voren kwam, is dat je dat aan de hand van de hoogtekaart Nederland al kunt zien. Omdat je vaak wel vanuit die hoogtekaart kan zien waar zitten ze verschil in hellingshoek. Dan kun je daar een eerste opzet voor maken. Het is natuurlijk dan wel voor jou als beheerder om dan te kiezen, hey, dit behoort nog tot mijn buitentaluut. Of die keuze moet je dan wel zelf maken. Maar daar heb je dan een eenduidig woordenboek voor. Ja. Dus even verder inzoomen op de dijk en nu naar meer de bouwdelen. Ik kan niet alle bouwdelen gaan behandelen, maar wel de belangrijkste. Nou, eigenlijk over je hele droge stuk van je dijk, daar ligt je bekleding. Die kan natuurlijk uit verschillende materiaalsoorten bestaan. Hier is het gewoon, eigenlijk per element kan je het bouwdeel bekleding benoemen. En daaronder is natuurlijk het belangrijkste stuk van je dijk, dat is het grondlichaam. En dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste onderdelen van een dijk. En daarnaast zie je bijvoorbeeld aan de waterkant dat je nog een stortenbed kunt hebben of een zinkstuk en een waterbodem. En die waterbodem zie je dan ook weer terug bijvoorbeeld in je tanksloot. Maar dit zijn eigenlijk de belangrijkste bouwdelen die je op je profiellocatie kunt aantreffen. Als we nu even doorgaan naar de duinen. Daar hebben we een behoorlijke discussie gehad over hoe we nou al die verschillende zones moeten benoemen in een duin, als je het dwarsprofiel bekijkt, aan de ene kant. En aan de andere kant zit daar een meer praktisch probleem in, is dat je die zones, of een aantal daarvan, in het terrein vaak niet kunt herkennen. Want de duinvoet, dat zal nog wel lukken. En de binnenduinrand, dat lukt ook nog wel. Maar waar in de duinen ligt nou jouw waterstaatswerkgrens? Dat is toch iets wat je van een kaart zult moeten gaan ophalen. Dus het is zeker voor duinen is het vrij relevant dat de inspecteur in de duinen goed wordt gevoed door alle technische middelen die hij maar mee kan krijgen, dat hij weet waar die loopt. Ja, overigens is dat niet alleen voor duinen, maar vooral bij duinen manifesteert zich veel. Dat hebben we ook met pilots al wel gedaan bij Waterschap Rijn en IJssel bijvoorbeeld. Dat het toch wel heel handig is om een inspectiedevice te hebben waarin je ook geografisch jezelf kunt oriënteren. Zodat je ook, en dat zou je zelf nog voor kunnen bereiden met de kaarten zoals Erwin dat heeft gedaan. Met de lijnen, met de afbakening van de elementen. En misschien zelfs ook wel de locatie van de bouwdelen aangeven. Juist voor duinen is dat wel goed om te doen. Even aan de techniek. De samenstelling van het scherm iets anders kan, want ze kunnen de plaatjes niet goed zien. Ik weet niet of je daar iets aan kan regelen. Nou, we gaan even kijken wat we daaraan kunnen doen. Zijn er overigens nog andere inhoudelijke vragen? Nee, daar was nog niet. Ja, als er vragen zijn, dan... Als ik even terugga naar de elementen in het dwarsprofiel van de duin, dan hebben we dus aan de waterkant de vooroever, net zoals bij dijken. Dan hebben we het strand. Daar staat hier zeestrand. We hebben het zeestrand moeten noemen. Kan je die discussie nog herinneren? Ja, die kan ik me nog heel goed herinneren. Ja. Ja, je hebt ook allerlei stranden in binnenwateren en dat soort zaken. En daar loop je dus op een gegeven moment met zo'n ver doorgevoerde norm loop je dan tegenaan. Is dat bepaalde kenmerkende termen, taal zoals Erwin het al over had, die worden dan al gebruikt en hebben dan al een andere betekenis gekregen. Dus wij wilden een heel nadrukkelijk onderscheid maken van een zeestrand ten opzichte van alle andere soorten strand die ergens voor kunnen komen. En bovendien was volgens mij strand een bouwdeel en geen element. Dat was ook nog een probleem. Ja. Dus we hebben het zeestrand genoemd. Nou, vanaf de duinvoet naar binnen toe heb je de duin. En als je daar wat nadere detaillering in kunt of wilt aanbrengen, dan kan je een onderscheid maken tussen een afslagprofiel en het grensprofiel, waarbij het afslagprofiel is dat deel van je duin waar afslag op mag treden of op kan treden.
en grensprofiel, waar dat duidelijk natuurlijk niet de bedoeling is. En in sommige duingebieden, waaronder Delfland, hebben we ook nog een stukje binnenduin. Dat is zeg maar het zandige deel van het grenswaterwerk tot de binnenduinrand of het achterland. Ja, en wat zie je verder aan bouwdelen op duinen? Ja, het is hetzelfde als bij dijk. We hebben een bekleding en een grondlichaam. Dat is het mooie. Dat is heel herkenbaar. Allemaal een beetje hetzelfde. Qua methodiek is dat herkenbaar. Hè? De moeilijkheid zit hem wel in als inspecteur buiten bij een duin. Waar zit ik? Met name bij de afslagzone. Ik kan me nog herinneren, ik ben helemaal geen duinexpert, maar ik kan me nog herinneren de discussie over de afslagzone. En is het dan een gebrek, ja of nee, als er zand weg is? Wanneer ontstaat er dan een gebrek? Ja, ja. Dat maakt het wel lastig. Ik denk dat we met wat we nu gedaan hebben in de expertteam duinen, dat we een goede stap hebben gemaakt om de 767 ook toepasbaar te maken voor duinen. Want dat er zeker nog met aan de hand van het gebruik van de 767 in de toekomst misschien wel optimalisaties mogelijk zijn. Ja. Daarin. Nou, er komt een hele goede vraag binnen op de chat, waar wij ook binnen het expertteam veel over discussie hebben gehad. Namelijk het probleem dat duinen nogal dynamisch zijn. Ja. Dus in hoeverre leg je dat nou vast op kaart? Of ja, goed. Ik kan niet anders bedenken van ja, als jij een beheerregister hebt of een legger hebt waarop je die gegevens hebt staan. En het is zo dynamisch dat je het echt moet gaan aanpassen. Ja, dan zul je dat dus ook voor je decompositie moeten gaan aanpassen. Ja, en wat daarbij enorm evident duidelijk wordt, is dat inspecteren een vak is. En of je dat nou doet voor je digigids of welke inspecties, je moet weten wat je aan het beoordelen bent. Ja. Om, met name als je het dan relateert aan de 767, om symptomen van gebreken te kunnen herkennen. Dus als je denkt, hey, hier is een heel stuk zand weg. Maar je hebt niet als inspecteur de bagage, omdat dat mag, omdat dat specifiek in de afslagzone, dus het eigenlijk geen gebrek is, maar gewoon een verschijnsel van dat duin. Ja, dan ontstaat er dan zou daar een probleem kunnen ontstaan. Hè? Dan zien jullie allerlei gebreken die er misschien helemaal geen gebreken zijn. Ja. Nou, we proberen dat natuurlijk met die norm wel nog weer makkelijker toepasbaar te maken, maar dat blijft overeind. Ook bij dijken, dat inspecteren vak blijft. Ook al zou je de NEN 767 toepassen. Ja. Vakmensen hebben we nodig. Volgende dia. Absoluut. Nou, wil ik met jullie even wat verder inzoomen op een aantal elementen en bouwdelen die dan niet specifiek op de profiellocatie voorkomen. Langs de oever hebben we verschillende termen die voor kunnen komen. Gestrekte oever, een natuurvriendelijk of een talud, dat is dan het element. En bijvoorbeeld bij gestrekte oever kan je dan als bouwdeel een begroeiing hebben of moeras of oevervegetatie. Rietvegetatie, maar natuurlijk ook het grondlichaam waar je bijvoorbeeld afslag als gebrek kunt manifesteren. Ja. De volgende dia. En aan de oeverbeschermingkant, dat hebben we in het verhaal dat straks op de dijk buiten was, Auke die er ook al even op wees, heb je natuurlijk je oeverbescherming of je kerende constructie, als zijn een damwand of een keermuur. Ik weet dat wij heel even de discussie hebben gehad over keermuren en kademuren en allerlei andere termen die we langs hebben zien komen. En probeert een beetje, wat is nou de daadwerkelijke functie en hoeverre verschillen ze nou van elkaar? Om ook de hoeveelheid bouwdelen, tot functioneel te beperken. Daar zit nog wel nog een andere ontwikkeling in, is de NEN 2660. Die richting geeft aan hoe je dingen duidt. En dan hebben we het over concepten en instantiering van concepten. Het gaat veel te ver voor nu hoor, maar ook daar zit in een normenland zeg maar een ontwikkeling in van hoe kom je nou tot de naamgeving van een element of een bouwdeel. En daar hebben we wel zijdelings naar gekeken, omdat de 2660 niet klaar is. Maar we wisten wel dat de gedachte goed was van de 2660, ja. Dus ook in de normcommissie van ons expertteam hebben we daar geprobeerd zo goed en zo kwaad rekening mee te houden. Nou ja, ik kan me herinneren dat we daar zelf heel erg aan moesten wennen. Hè? Want we hebben het altijd gehad over grasbekleding, steenbekleding, asfaltbekleding. Dat is zo'n ingeburgerde term. Ja. En nu heb ik, nee, het is een bekleding met materiaal, gras, asfalt, steen. Ik vond het fantastisch hoe jullie als inspecteurs dat deden. Hè? Zo gaat het ook. Hè? Ja, als je wat langer met de 76 werkt, is dat je... ik redeneer in die termen. Wat voor bouwdeel heb ik hier? Oké, wat is de materialisatie ervan? Omdat wat we helemaal in het begin van deze presentatie liet zien, de combinatie tussen het bouwdeel en de materialisatie daarvan, je het gebrek kunt duiden.
Dus ik vond het fantastisch hoe jullie inspecteurs die denkslag al gemaakt hebben. Al niet ingestudeerd of geoefend. Maar dat is, geeft wel precies weer hoe je met die norm om zou moeten gaan. Ja. Volgende diagram. Deze mag je even overslaan. Nou, we hebben natuurlijk vanuit de digids ook gekeken van wat hebben we daar nog aan specifieke, speciale constructies zitten. Bijvoorbeeld de overgangsconstructie als zijn een element met het bouwdeel opsluitband. Maar we hebben natuurlijk ook drainages met een drainmonding of alle andere dingen die daarvoor kunnen komen. En een aantal hele specifieke, hè, een kwelscherm. Je ziet hier overigens nog wel asfaltconstructie staan en elementenverharding. Dat zijn twee bouwdelen die overeind zijn gebleven om toegangswegen naar dijken en duinen te kunnen duiden. Waarbij je niet geïnteresseerd bent in de functie als wegdeel, maar meer gewoon van ja, hier ligt een verharding waar ik dan toch iets van wil opnemen in mijn decompositie. Wat ik hierbij me nog goed kan herinneren is de discussie. Nee, discussie was eigenlijk helemaal geen discussie. Het samensmelten van de kennis van de digigids met het ontbreken van kennis over dit soort dingen in de NEN. En dat heel mooi in elkaar vloeide. Ja. Dus, ja. Ja, de volgende dia. Nou, bij duin hebben we natuurlijk ook een aantal bijzondere constructies. Bijvoorbeeld de duinvoetverdediging. Die zich in als element in twee verschillende bouwdelen kan manifesteren. Het is gewoon een soort meer bekledingsvorm. Dat er een asfaltlaag, een stortsteen of ligt. Of het is echt een keermuur of een damwand. Zoals in het plaatje ook te zien is. Elk weer natuurlijk met een hele specifieke materiaaleigenschappen met bijbehorende gebreken. Nou, dan hebben we nog strandhoofd als element, ook weer in twee verschillende vormen als bekleding. En dan hebben we het echt over de strandhoofden die zeg maar het water inlopen. En die vaak weer uit stortsteen bestaan. En de palenrij zoals op het foto te zien is, die overigens zo te zien op deze foto, weer in een strandhoofd gemonteerd zijn. Dus dat wordt interessant hoe we dit gaan decomponeren. Maar goed. En dan hebben we natuurlijk nog een heel zwik aan niet-waterkerende objecten. Ik laat er even een aantal zien. Pijlbuizen op- en afritten. Nou, de elementenverharding hebben we al even laten zien. Ook op de dijk bij de Berkel, daar was natuurlijk een opstal. We hebben bijvoorbeeld in de binnenduinen hebben we ook nog een discussie gehad van, ja, hoe zit het dan met bunkers? Nou, bunkers is een eigen beheerobject. Een hele bijzondere, moet ik zeggen, dat je daar een apart beheerobject van maakt. Alsof je stand zou willen houden. Ja, nou ja, goed, dat, ik denk inmiddels wel, ja, cultuurhistorisch. Maar als je als keringbeheerder bent, ben je natuurlijk niet geïnteresseerd in de bunker, maar je bent wel geïnteresseerd in het feit dat er een bunker ligt die misschien extra verstuiving kan ontstaan, of je wilt misschien dat die bunker überhaupt niet zichtbaar is, omdat dat weer allerlei mogelijk vandalisme met zich meebrengt. Dus als je daar iets mee wil, ja, dan noem je gewoon opstal. Net zoals dat huis wat in het achterland stond bij onze mannen op de dijk. Allerlei bebordingen en bewegwijzeringen. Onder een dijkpaaltje, zoals hier op de foto te zien is, maar ook gewoon borden zelf. En natuurlijk de bomen en alle afscheidingen en hekwerken. Nou, eigenlijk, volgens mij stonden ze allemaal op de dijk. Ja, precies. Alles wat voorkomt, stond op de dijk. Ja. En bij duinen hebben we hetzelfde, een duinovergang of een aantal hele specifieke dingen. We hebben nog een regionaal duin benoemd. We hebben kerven en slufter benoemd, stuifduinen en stuifschermen. En nog een aardige discussie die we met elkaar hadden was over de washover. Die is toen gesneuveld. Kan je de discussie... Ja, die kan ik me nog heel goed voor. Ik moest eerst mag maar eens googlen wat is überhaupt een washover en een overwash. Ja, want het zijn twee verschillende termen. Ja, precies, ja. Dus, maar dat is wel mooi dat we daar juist in zo'n gremium als zo'n expert in duinen, dat je dat dan even uit kunt diepen. En wat doen we daar dan mee? Want het moet helder worden voor degene die straks wil gaan inspecteren met de 767. Ja, want een van de problemen bleek dat er tussen waterschappen en Rijkswaterstaat een totale andere interpretatie van washover was. Ja. Nou, de consensus is geweest om de hele term maar te laten vallen. En het enige waar het van belang is dan de slufte die is... Ja, en precies, niet om ervan af te zijn, want we hebben de discussie echt uitgebreid gevoerd om te kijken, wat zeggen we hier nou eigenlijk? Wat willen we nou eigenlijk vastleggen? Hoe bepaal je dan de conditie? En waar zegt die conditie dan ergens iets over?
En toen zijn we tot de conclusie gekomen, nou, dan moeten we hem eigenlijk laten vallen, want hij hoort bij Slufter en alle gebreken die we daaraan kunnen koppelen. Ja, dus we hebben heel nadrukkelijk gekeken ook naar de functie binnen ja, de waterkering zelf. Ja. Nou, materialen, daar kan ik vrij kort over zijn. Je ziet hier een overzicht, een screenshot eigenlijk uit de handleiding. Alle soorten materialen die voor kunnen komen. En dit zijn ze nog lang niet allemaal. Dus dat, ja, daar kan je als beheerder bij de inrichting en inspecteur kan je daar uitvoerig gebruik van maken. Misschien nog even goed om een kleine relatie te leggen tussen de digigids en de NEN. Je ziet hier in de tabel de digigids aan de linkerkant en de NEN aan de rechterkant. En om even een beeld te geven van waar zitten nou de relaties. Aan de NEN-kant, aan de beheerobjectkant, ja, dat onderdeel zit eigenlijk niet in de digigids, want dan hebben we het eigenlijk bijna alleen maar over dijken en duinen. Op elementniveau, dat zit wel in de digigids methode, als je het over de profiellocatie hebt. Alleen zal je dat in digigids website niet meer terugvinden, want dat zijn alleen maar fotootjes van de gebreken van specifieke parameters. Maar natuurlijk in de beschrijving, in de methodiek van de digigids gebruik je hem zeker nog. Dus dat zit, daar zit het elementniveau, hè, zoals buiten de buurt. En het bouwdeel van de NEN kan je het beste koppelen aan de elementgroep van de digigids. En het materiaal zit een beetje verweven met het element van de digigids. Ik kan me voorstellen dat met name, hè, als je gewend bent met de digigids te werken, en we hanteren binnen de 767 strikt beheerobject, element, bouwdeel, en als je dan komt vanuit digigids met elementgroep, dat daar verwarring kan ontstaan. En ik denk dat dat ook zou kunnen helpen als we met elkaar iets inrichten. Als we daar tegenaan lopen, dat je daar dan met elkaar over van gedachten kan wisselen. Van, hey, ik zit in mijn hoofd met het elementgroep dit. Wat moet ik dan kiezen binnen de NEN-decompositie? We hebben daar natuurlijk in de dataset die in de zomer beschikbaar komt, we proberen zoveel mogelijk invulling te geven in het borgen van de kennis van de digigids, vast te leggen in de dataset van de 767 specifiek voor dijken. Maar ja, dan is het nog maar de proof of the pudding is in the eating, zeggen ze in Duitsland. Dus dan moet je dat goed met elkaar afstemmen. Duitsland. Ja. Dus, einde van de middag, dat is een grapje, maar toch? Ja. Hoe zouden ze dijken inspecteren in Duitsland? Ja, op een bunker. Volgende dia. Nou, even wat verder in te zoomen op de gebreken. De NEN kent eigenlijk twee soorten gebreken, de conditionele gebreken en de tekortkomingen. Nou, een conditioneel gebrek leidt tot een conditiescore en een tekortkoming leidt tot een verzorgingsscore. En bij conditionele gebreken, ja, dan is er ook echt iets mis met jouw bouwdeel. En bij een tekortkoming, nou, zoals hier op de foto is het bijvoorbeeld drijfvuil. Dat is niet direct een probleem aan het bouwdeel, maar het kan natuurlijk wel worden als je het laat liggen, zeg maar. Ja. Ja, ik heb ook in de expertteam het voorbeeld van je dakgoot, als er een gat in valt, dan doet hij het gewoon niet. Hè? Dan voert hij de regen niet af. Zit het helemaal vol met zand, er groeit er zelfs gras uit. Dan voert hij ook nog steeds geen water af. Maar ga ik met een schepje even dat gras en het zand weghalen, dan doet hij het weer. Dus eigenlijk, tekortkoming is eigenlijk een tekortkoming in je onderhoud, in je taak als beheerder. Ja, precies. Ja. Okay. Ja, volgende. Nou, we hebben een hele lijst met gebreken. We hebben in ieder geval gezorgd dat alle gebreken uit de digigids op een of andere manier terugkomen in de NEN. Het voert te ver om ze hier allemaal te benoemen. De hoeveelheid combinatie is wel groot. Dat is wel wat mij opviel. Dus dat zal je als beheerder ook gewoon wat pragmatisch mee om moeten gaan. Ja, en ook daarvoor zijn we op zoek naar ga hem gebruiken. Onze warmpleidooi is om te gaan gebruiken. En dan lopen we tegen dat soort dingen aan. Nogmaals, die dataset die komt van de zomers, dan kun je hem ook daadwerkelijk gaan toepassen. Ja. Je decompositie gaan bouwen en ook inspecties gaan uitvoeren volgens de nieuwe dataset. En dan gaan we er, ben ik ervan overtuigd, tegen aanlopen dat toch sommige dingen niet passen, ondanks de goede inspanning die we als expert team hebben gedaan. Maar dan moeten we zorgen dat die beter wordt. Ja, dat kan alleen als je hem gaat gebruiken. Precies. Douwe, dankjewel. We zijn aan het eind van onze sessie. En, ja, check zijn, even wat er nog prangende vragen zijn. Geen nieuwe vragen meer. Mooi. We hebben wat discussie over hoe je met duinen over moet gaan, maar geen vragen meer. Okay. Dank in ieder geval voor de samenwerking afgelopen jaar. Ik vond het heel prettig. Ja. We komen elkaar ongetwijfeld nog een keertje tegen. En alle aanwezigen, dank voor jullie geduld zo op deze middag voor de hemelvaart. En wellicht en hopelijk tot ziens.
ook namens mij.